leuke mix van Erik Benjamin. De Benjamin mix. Ik zag hem vanavond ook op Facebook nog even voorbij komen met zijn kleinzoon Job. Die kreeg voor het eerst een hapje van rode bietjes. En daar genoot deze gozer onwijs van. Erik, bedankt voor je mix. En welkom bij... Kom maar. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we spin those old school dance hits. Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostopdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Stop Den Haag, every Sunday, live. Live on your favorite radio station. Italo disco and high energy from the 80s. Radio Stad Den Haag. Where it all started.
er klaar voor. Ben je helemaal klaar voor, Tutje? Ja, welkom, welkom. Goedenavond. Ja, wij hebben Jos de Feiter. Ja, want waar is gestrikt. Menno? Die zit ergens in Winterswijk of zo. Ja, dan gaat hij weer eens anders heen. Je weet, het is een gelopen trotter. Ja, met die sleurhut achter hem aan. Nee, je vouwwagen. Nou, ook, joh. Dat is geen sleurhut. Weet ik veel, iets op wielen. En als je kan het uitklappen. Kan je erin slapen. En doet hij dat alleen met de hond? Met zijn vrienden geloof ik weer ook iets. Met familie, ik weet het niet. Het is, hij gaat namelijk 60% van het jaar op vakantie. Dus het is voor ons niet meer bij te benen. Maar leuk. Het kan ik zeker. Het rooster wat ik moet maken hier voor Radiostad. Ja, dat is niet te doen gewoon. Ladies and gentlemen, great that you're listening through our stream. Or otherwise, maybe you're watching the show on our website. And if you're not watching, come to us and join the chat. It's nice and cozy and have a drink with us. And we have lots of new music tonight. Oui. Maybe you have heard it already. At Will Reed's show, who is now also on Spotify. He's growing, Will Reed. Nou, inderdaad, is Spotify. Very nice. Hè? Yeah, very nice. And lots of new releases. And now here's Jos. He's replacing Menno this evening. And next week we have other guests replacing Menno. So we will have lots of fun without Menno. Nou, maar volgende week moet je even afwachten nog, hè? Want het is Steven eigenlijk Brunsman. Brunsman die kan deze week niet, maar misschien dat die volgende week ook ineens niet kan. Je nou, weet niet. Nee, dat, ze moeten wel weten dat we daar rekening mee moeten houden. Maar goed, Jos, vertel. Ja, vertel, wat gaan we doen? Ja, nou, we hebben de eerste plaat. We moeten even afkondigen voor Rick. Rotterdam. Bolero, I wish, die kent Rick, denk ik wel. Jawel, dat denk ik wel. En dan hebben we nu nog een heel vrolijk plaatje. En dan gaan we daarna gaan we gewoon vertellen. Oeh, had ik me ook verheugd. Ja. Maar ik heb hem niet opnieuw. Nee. Maar ik heb wel verheugd op deze request. Ja, hè? Ja. Welke? Die? Ja. Oh, oké. Okay. Het was Nisha, toch? Ja. Oh. Nisha vroeg deze eraan. Oh, Nisha. Dat is gek. Dat je dat toch een Nederlandstalige groep aanvraagt? Ja. Of een Nederlandse Kissing groep? Kissing the Pink? Ja. Nee. Nee, bijna. Nisha. Van wie is Doris D in de Pins dan? Oh, dan gaan we naar Doris D. Ja, dat is Dario. Oh. Dario. Zomerradio, Stad en Haag.
Sting and the Pins en Shine Up. Doris die bestond uit Debbie Jenner, die ken je vast wel. En ook Donna Baron, Ingrid de Goede, Irene van der Hoeven en Yvonne van Splunteren. Trouwens, de Pins, die hebben deze groep verlaten door die in 1982. En wat kregen wij toen? Risqué, dames en heren. En de man die hier ook heel veel zijn handjes aan heeft gebrand en geproduceerd gearrangeerd is natuurlijk Hans van Hemert. Ja, die kennen we niet. Hans van Hemert. Ja, Hans van Hemert is gek op... Maar wel leuk weer te horen. Ja, vroeger dacht je, ik ben er nou wel klaar mee. Want het is als je maar lang genoeg wacht, dan is het altijd weer leuk. Wat een Dario. Is toch, wie is dat? Ja, Dario is from foreign country. Which country is dit? Dario. Is from? Ja, he told me once. Maybe twice. A lady. Maybe a third time, but I forgot. Okay. Anyways, from a very nice country, I presume. Dario, I hope you enjoyed Doors D and Zippin. Oh ja, dat zal hij niet aangevraagd hebben. Nee, precies. And lots of requests came in and are still coming in. Ja. So great to see. And what can you expect this evening? We will play, you've heard it probably by at Will Reed's Club 80 show, Nicholas Bly. And that is Sweet Alo from Gothenburg, 1984. Then we have OP8, a classic, Butterfly in the Fleming remix. Hebben die op vinyl al? Nee, ja, die komt uit. Nee, wij nog niet. Nee. Then we have R.A. with Space Melody. And that is also a Fleming remix. Excellent. And then from, Kimo Salo, Flashback Records, we will play Ella. Lovely, lovely track. And a new George Aaron. Zo. Oh. Plus tientallen requests. People love to know, but we're coming in this way. With your sticky faces and loss of wheel and danger. On the radio, everybody can feel. With the alpha rays and fires, we are in danger. Oh!
Sunday evening live request show. 3 hours of radio power. Only on your Radio Stop Den Haag. Why should I think about the rain? Why should I think about the rain falling? Hey, we'll be right back.
hebben we plaatjes die Gwen kan hachelen. Deze Kissing the Pink, dat heet One Step Away From You. Ja, uit 1986, Gwenny, kwam deze plaat toen uit. Deze Kissing Kiss. Hebben ze zelf geschreven, die hele band. Heeft die hele plaat zelf geschreven, vind ik wel leuk om te weten. Maar goed, komen ze uit Engeland. En dat is ook de Engelse sound die we natuurlijk gewend zijn geweest, ook in de jaren 80. Hè? Zo is het. En we hebben ook veel Engelse luisteraars. Oh yes. Ook al zien we ze soms niet, but lots of English listeners in language or from the island. Weet je wie ook niet zoveel zien? Italianen zie je ook niet veel. Nee, die Giuliano. Giuliano, hè. Oké, Sunisha, thank you so much for this track, Kissing the Pink One Step. And the track before that one, that was Radiorama and Aliens. And that was requested by Mike. And he's living in Germany. And he's greeting you all and us too and all chatters. And also he greets Simona Zanini. Ja, ja, die zitten in Argentinië. Zitten ze met, hij met Aldo Martinelli natuurlijk. Ja, je weet al. Zijn het stelletje. Het Dr. Sketch-stelletje, dat zit nu in Argentinië, hebben ze opgetreden. Oh. Dat afgelopen weekend. Huh? Facebook zie je alles voorbij komen met alle dingen. Ik heb er allemaal geen ik heb zo weinig tijd voor allemaal. Ja, je zit in de ballonnen en in de ANWB. Dat is allemaal zo druk. Hey, Menno, die heeft altijd de updates over Formule 1, hè? Nou, we hebben hier een... Wacht even. Maar jij kan het ook, hè? Ja, hoor, komt er maar. Oh, hoort er is. Ja, kom maar. Ja, nee, Max Verstappen, die ging als een drol weg vandaag met de start. Als een drol? Echt, als een drol. Hij blijft hangen en hij begon als tweede en lag ineens zevende. Heeft hij een tackle? Nou, had ik maar. Een dolle poot. Maar ja, hij heeft echt een geweldige race gereden. Aan het einde, net twee ronden voor het einde, haalde die Leclerc. Leclerc, ja, die naam heb ik onthouden. Met een binnenbochtje, maar hij... Julien. Ja, hij raakte natuurlijk die Leclerc weer een beetje en die schoof half van de baan af. Die kon wel verder. Dat kan je wel straf van krijgen. Nou, dat was dus de vraag, want zij werd toch geëerd en champagne en blij en... Uiteindelijk heeft het nou tot een kwartiertje geleden geduurd. Nee. Gelukkig. Normaal krijg je nog 5 seconden tijdstraf of zo. En dit duurde maar. Uiteindelijk geen straf. Bravo, Max Verstappen. Hey. Hey. Ik bedoel, ik weet niet wat ik er wijzer van word dat hij heeft gewonnen. Want hij is weer een paar tonnetjes rijden. Maar het is leuk. Maar het is leuk voor het gevoel. Nou. En dan die Nederlandse dames natuurlijk. Hè. Voetbal. Voetbal. Nou, dan Max nog. Nou, dat is alles zo. Ja, ze moeten nou tegen Zweden. Oh, woensdagavond. Zweden. Jelke Mohed. Ja. Dan gaan al die gaan ze allemaal likken. Nou, ja, we gaan natuurlijk Nee, dat mag niet. Dat wordt niet. Ik denk, daar komt hij niet likken. Maar ik hoorde hem van de week weer op Radio 10 niet likken. Joh, het wordt steeds meer een dubbelganger, die Gilliemans. Nou, ik ben ook een dubbelganger. Ja, dat mag. Ik vind dat je als radio-dj best geïnspireerd mag raken door andere mensen. Geïnspireerd raken en dan mag je het ook gebruiken. Je gebruikt het. Je doet er ook iets mee. Ja, op je eigen manier. En dat moet kunnen, vind ik. Dat doen ze in de muziek ook. Verzin maar eens wat nieuws tegenwoordig. Hallo. Ja. Ga er maar zo zitten. Hallo. Nou, neem op en zeg hallo. Ja, nou, dan gooi je die er doorheen. Ach ja. Maakt het uit. Zal ik eens even naar de chat eens kijken? Ja. Oh, zullen we even die chatbox dan starten? Ja, nou, dan ga je ook. Ah, joh, dat kan je ook nog. Oh. Nee. Hey, zit JDJ er nog in vandaag? Nee, ja, dat ben jij, hè? Nee, dat kan niet. Ja, because folks, Jos hier, behind the wheels of steel, is in de chat JDJ. And he's here because Menno has... Again, you are a fan of Gigi Jaber. Is that you're using that your name, your name in the chat? Yeah. Is that you're a fan of Gigi Jaber? Yeah. Not Ken Laszlo, not Fred Ventura. It's Gigi Jaber. Yeah. And that because he had only, well, now three, but he had only 2 hits in the 80s. Uh-huh. But since, when was it, this year? We got a new release. Ja, precies dan. Ja. Komt er allemaal weer aan. We're gonna play it tonight. Oh yes! If I can find it. Nou, we hebben wat platen toen meegenomen naar... waar waren we ook weer? Denemarken. Ja. Oh. En die zijn door Paulo J nog steeds niet aangevuld. Oeh. Ja, dus GDJ hebben er dus niet in. Dat zou heel goed kunnen. Goed, dan we hebben hem in de database staan. Ja. Maakt het niet op. Oké, chatters. If you're not in the chat yet, why not join the guys I'm going to mention right now? Mark Loberstein, of course, in the back. And also Ewald, who's always busy to keep our stream... in top condition, and we had some troubles all the time with the stream. So now and then we were not on air, so sorry about that, but Ewald fixed it all. Wanneer was dat dan? Vanmiddag. Ja, vanmiddag ook weer. En ja, kwam omdat ik was aan het inloggen en dat ging niet goed. Oh. En op de een of andere manier zei die weer van error. Het blijft techniek, hè? Het blijft allemaal techniek, maar goed, we zijn er weer. Andy, welkom. Bassie ook in de chat. Danny uit Schiedam, Danny uit Zwolle.
Dimitri from Atlanta. Welcome, sir. Jonathan, leuk je weer te zien. John uit Capelle aan de IJssel. José Galantis, of course, from Malaysia. Mark Bongers. Menno is erbij. Menno! Zit je lekker te bamben, knoeien, schat. Is Menno er ook in? Ja. Ach, gezellig. Leuk. Matteo from Germany. Patrice, of course. Of eigenlijk Philip Young from Kuala Lumpur. Rusty, also from the States. Victor Rabe. En Anne zal niet ver van hem weg zitten. Nee. Kenny Davidson from, wat is het, Canada. En Dr. Red en many more. So, nou. Nice to see you. And great that you're listening. Fantastisch. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan weer een verzoekje draaien? Ja. Ja. Wat heb je? We hebben Yvonne. Yvonne? Oh, Kay. Yvonne K. Met, ah, dat is voor Finland. Ja, we got a request from Finland. Mika Lipponen. Nee, Jari is the name. En in de chat, Master Jivey. He says, summer holidays is kept away and jobs call. And a good holidays for those who still have it. So that's his wish for you all. Best regards, Jari from Finland. Well, here it is, Yvonne K. And rise up for my love. Every Sunday, live. Zomer Radio. Radio Stad Den Haag.
Yvonne K. is natuurlijk Ivana Spanja, die zong deze plaat. Ik ken Ivana natuurlijk ook van Hot Cult en van. En dus, Yvonne K. is uitgebracht op X Energy Record Label toen in die tijd. En nou, goede plaat trouwens, moet ik eerlijk zijn. Vind je het wat minder kan zijn, want je bent natuurlijk een GD Chaper fan. Ja, nee, ik vind het echt een wereldplaat. Ja, het is een wereldplaat. Ja, zeker. Die hoort echt in de top 100 ook thuis, denk ik. Ben ik ook blij mee, zo'n plaat. Ah. Hier word ik echt vrolijk van. Ja, de top 100, man, die nog een half jaar. Oh, schiet alweer op, hè? Ja. Ik ga weer tellen. Ja, ja? Ik zou de lijstjes maar alvast gaan bijhouden, mensen. Ja. Bedenk wat, want het is ook nog eens een jubileumuitzending natuurlijk. Hoeveel jaar is dan? 15? 15. Vliegt de tijd of wat? Ja, is dat is niet te geloven. Voor je het weet zit je tussen zes blankies. Toen was nog lekker strak en jong, 15 jaar geleden. 15 jaar bij Stad. Ja, 15 jaar onze radiostad Den Haag top 100. Ja, maar het is toch ook, was toch langer, denk ik. Want die top 100 hebben we er ook toen nog uitgezonden. Ja, op de kabel toen, de Loka telt niet. Ja, maar dat telt niet mee. Dat telt al niet mee. Maar Marcello, die had vroeger ook al een top 100, toch? Jawel. Of was dat ook voor Stad? Nee, maar Stad had zeker een top 100. Maar ja, laten telt we maar... Nee. Want dit is onze top 100, zoals wij natuurlijk doen. Bij Barendrecht gezeten. Bij Exacte FM heette dat ook. Of Barendrecht FM. Rijswijk. Rijswijk, Omroep Rijswijk. En we verzwemden. Dat was het laatste een beetje gedaan. Ja, dus spannend, man. Maar gaan we nu even naar Will Reed? Ja, vertel maar. Oh, we zitten er al in de plaat. Ik doe de rest. Ik doe de rest. Nou, also Will Reed had a request. And he always listens in a rerun during the week. Yeah. So never on Sundays live. And he has requested Midnight Shift, Stop Me Now. And Nietzsche Gable's Strange Desire. Both Ian Anthony Steffens productions. And why is that? Because last week he had an exclusive interview and in his Club 80s. With Ian Anthony Steffens, who produced lots of high energy tracks. And what happened? Many, many tracks were never ever released before. From Hazel Dean, Marsha Raven, Patrick Cowley, Lisa, you name it. And you can all hear it in Will Reed's podcasts with the interview of Ian. Is het ook Rocket to Your Heart dus eigenlijk, die Lisa? Dat is, heeft hij ook gedaan. Nee, Lisa is Passion, maar dan heeft hij ook Rocket to Your Heart gedaan. Maar ja, so all new tracks came out from the vault. That is not this one, by the way. This is just another track that this Ian produced. And that's Midnight why Shift. Will Midnight. Requested it. Midnight Shift. And Stop Me Now. Thank you.
interested in the productions of this Ian, who also produced this Midnight Shift, Stop Me Now. And, you know, these 5-6 tracks were never ever released in the 80s. And you can hear them also in a so-so quality, of course, because they come from the 80s, it's raw material. Listen to Will Reed's podcast, you know, with the interview with Ian. And Will is also now on Spotify. Uh-huh. So you can enjoy him everywhere, anywhere. What do you have everywhere to do to come on Spotify? Nou, ja, dat weet ik niet. Wat denk je, Ping Ping Kassa? Je zou dat toch aan moeten melden? Ik denk dat het niet voor niks gaat. Maar dat weet ik niet, hoor. Dat, dat weet ik ook dan niet. Dan zou ik even aan Ewald Groen moeten vragen. Misschien ja, precies. Wel, maar, want hij schreef het echt zo van, yeah, we made it to Spotify. Dus ja, het lijkt wel of dat je een x-aantal... Een soort selectie of zo. Denk het wel. Denk het wel. Maybe he's selected. Ja, maar goed, kijk, als makelaar daar in Schotland... Hè, die regelt dat wel. Maak je toch goede geld en zaken gaan Ja, en if you just tuned in, lots of new releases coming up. Maybe you've heard them already, but we give it the radio live program exclusive. En wat heb jij, Joske? Jullie kennen George Baker, toch? George Baker, ja. George Baker? Dit is zijn broer. Van de Little Greenback. Dit is zijn broer. Brian Baker. Echt waar, joh? Ik ken wel een keer. Had hij een Little Blueback? En ook een Gary Baker. Dat weet ik niet zeker of hij dat ook weet, maar... Nee, ik denk altijd, neem een onbekend plaatje mee. Maar de meeste zegt Michiel van, dat heb ik vanmiddag al gedraaid met Dusko. Nee, zo gelukkig zeg. Nee, en dan moeten we gewoon net doen alsof. Ja. Oh, wat leuk. Jo, wat leuk, spannend. Vertel. Heeft het nog een titel? Ja, zal ik hem even tonen? Oh ja, toon eens wat. Nou, dat is ook leuk, hè? Het zijn de Niagara-watervallen. Even kijken, waar ben ik? Waar ben ik? Ja, daar, daarboven. Ja, kijk, daar. Zo. Kijk eens. Oh, Brian heet hij. Brian Baker. Nou, Blueback. Time to share.
lekker zo mee doen aan Hollandse, hoe heet dat ook? Gemak. Niet mee. Een goede plaats van deze Brian Baker. Ja, ik moet even kijken, anders zeg ik weer verkeerd. Maar ik zei natuurlijk Lil Blueback, maar wat is de echte titel? Niagara Falls. Oh, dus Niagara Falls. Niagara. Ik dacht dat jij dat zei omdat Giel op de play aan het pissen was en daar geluiden bij mij. Nou, dat klonk er wel, ja. Vandaar dat ik dacht dat je... Ja, soms is dat zo lekker, joh. Echt waar. Zijn jullie er al geweest, met die watervallen? Nee. Oh. Nee. Dat is toch zo'n place to be? Ja, maar ja, zo zijn er zoveel places to be. En dat kost ook lots of money to get there, Ik ben laatst ook in een place to be geweest. Het was Stonehenge in Engeland. Ja, daar ben ik wel geweest. Ja. Leuk, hè? Voelde je al iets opkomen? Ja, vond je het leuk? Ja, want het zijn een paar oude blokken stenen. Ik kwam daaraan met mijn meisje samen. En er zit nu tegenwoordig zo'n bezoekerscentrum. En of je even, wat is het, 21 pond wil aftikken. Om naar die paar dode stenen te kijken. En dan mag je even om die stenen heen lopen. Hoe heet die plaats van Brian Baker eigenlijk? Dat zegt hij net. Oh, sorry, was ik even vergeten. Niagara Falls. Oh, Niagara Falls. Ja, Niagara Falls. Ja, zo gaat dat. Dus hij zegt, ja, we gaan weer. Ik zeg, ja, nou zijn we er ook. Nou, gaan we kijken. Maar inderdaad, je loopt tussen de Japanners even een rondje om die stenen. En oké, dat is het. Maar je kan hem afkruisen van je. Nou, ze hadden voor die 21 pond of euro, dan hadden ze nog wel een paar ridders van de ronde tafel er neer kunnen kwakken of iets anders leuks. Of een soort naamgenoot van mij. Dichtbij komen of zo, hè? Een Guinevere of iets met... Ja. Wapperend op een paard. Ja, nee, dat was dan wel lekker. Nee, je mag van 50 meter afstand een beetje kijken. Oh, je mag er niet eens aan zitten. Ben jij er nog op geklommen of niet? Was dat toen ook al niet? Nou, er waren toen geen hekken en ik hoefde niks te betalen. Nee, dat weet ik nog wel. Jaren 80, hè? Ja, dat kon alles nog. Overigens, die Brian Baker, die komt in 1985. En is uitgebracht via natuurlijk Disco Magic. Lombardoni deed er ook distribuering aan mee. En voor de rest is het onder andere ook gemaakt door twee bekende namen zie ik hier staan. DJ Main, die trouwens hebben ontmoet in Milaan toen, was hij toen ook aanwezig. En Raf Tudesco. Oh, ja. Raf Tudesco is nog steeds actief. Raf Tudesco vind ik een soort duur zonnebrillenmerk. Ja. Vind je niet? Ja, ik heb ook een echte Raf Tudesco. Heb je ook een echte Raf Tudesco? Die zo is trouwens maar één one-hit wonder geweest. Er kwam Speed Records uit in 1985. En daarna hebben we van deze Brian Baker niets meer gehoord. Nee. Zoals zoveel. Ja, zo gaat dat. Maar hey, but on to some new stuff. And this one is from Sweden. And Niklas Bly sent it to us. And maybe you have heard it already in Will Reed's. He's always first. That's even what Niklas said. Already aired at Mr. Reed, but he's always the exclusive one, isn't he? He says, jokey. 1984. That is the band name, and the song was meant to stay as a birthday gift, but public demand inspired to more than that. And he says, I appreciate it if you want to play it. The title is, hold your horses, In stylish hair, we were sharp dressed men. And this is the Club 80s radio edit. Ja, ik zit aan sharp dressed men, denk ik, dat is easy top. Ja. So, sorry. Yep. Okay, so 1984, here you go, and this is Sweet Alo. Every Sunday, live. Zomer Radio. Radio Stad Den Haag. So strong and tight. Look for the
Jouw radio is vandaag. Dit is dus dat Sunday Night Live Show. Ja. Dames en heren, leuk dat je hier is. Gaan we nog even af. En blijf lekker luisteren, want het is heel belangrijk. Ja, met die mooie titel was het. Oh, ja, vertel de titel nog even. Ja, 1984, in stylish hair, we were sharp dressed men. And this was the C80s radio edit. And you also can get it in their own language, in the Swedish version. And Nicholas also asked me, do we see you in Gothenburg? And I told him that I'm not going to the Italo party in Gothenburg because one can do only that much and has only that much money. September? September, ja. Ik denk wel dat het een hele grote party gaat worden. Ja, dat, I think, but you never know. Voor Van Herring, de Herring, daar zo in Denemarken, daar is niet echt heel erg lekker gegaan. Qua bezoekersaantallen. Nee. Maar ik denk dat dit wel wat groter gaat worden. Ja, want Trend 6 is also coming. Ja, bedoel ik. Ja, Martin Blix and you name them all are coming. So very nice. Very nice party. And several parties coming up in the Netherlands as well. A big one. Wat een grote gay pride. Ja. We're going to the Disco Total. Yeah. Disco Total. Ja, ook dat nog. August 10 in Amsterdam. They say the first outside Italo festival in the Netherlands. 16 hours long, ladies and gentlemen. Oei, oei, oei. But we will tell you next week more about this. Zeker. Yeah. En schrijf ook alvast oktober in je agenda. Want dan krijgen wij bij Pip in Den Haag natuurlijk Stefano Brignoli en Roffo. Ook nog. Die komen er ook optreden. Dat wordt verzorgd door Serge Bobo. En niet te vergeten onze Harald Zwaardman. Die zullen dat dan gaan organiseren. En dan komen ze ook hier in de radiostudio. Hey, Wollebrandje zag ik ook weer voorbij komen. Ja, in... ja de eerste in augustus geloof ik. Ja, joh. Waarvoor steek je je tong uit? Dat vind ik leuk. Hoe zit dat mensen vol met dingen die hij niet door heeft? Nee, hè? Bollebrand, bleh. Ja, we hebben ook kijkers en soms vergeet je dat wel eens. Dus een beetje opgewekt kijken. Ja, leuk. Bollebrand, die doet zich goed vooruit trouwens nu even. Ja. Ja. Hey, en volgende week zaterdag de pizza ook disco. Nog. Pizza Italo Park. Ook in Amsterdam. Pizza en Italo, ook in Amsterdam. Ja. Nou, wat is het dan? Ga dan dansen en je pizza eten of zo? Ja, ik geloof dat ze dat is in een soort pizza tent gaan ze met de dingen ook, gooien. Ja. Dan mag je zelf denk ik ook pizza maken of zo. Ja. En dat je vergist dat je in plaats van het vinyl leg je die pizza een beetje doordrukken zo op die draaitafel. Ja. Lekker. Oh, dan je naald erin. Oh, dat is zeer. Slierterkaas. Maar verder gaat het goed, toch? Voor de rest gaat het goed. Ja. Okay. Ik geloof dat wij naar een heel leuk zomersplaatje gaan. Ja. Ja, laat maar laten. Voor wie? Request. Summer love. Voor wie was die? Ik heb alles opgeschreven, maar deze was dan zo... dat is toch Summer Love. Hier, daar heb je hem. Giuliano, from Italy of course. Hey, hello to all friends of this wonderful radio, he says. Can you play this one? Of course we can. And he wishes all the Italo lovers a quality dance. Whee! And says ciao. Ciao Giuliano. Nou, ciao Giuliano. Rufo.
Dus vergeet het niet. Rovo komt dus naar Nederland in Pip in Den Haag. Dus als je bij Den Haag en de regio daar woont, dan moet je even oktober in de gaten houden. Want dan komen ze hier optreden. Ook Stefano Brignoli natuurlijk. Van, leuk, hè? Brand Image, ja. Leuk, ja, is leuk, man. Nou, wat ik ook weer leuk vind, is dat dus de zondag daarna, dat deze twee heren dan weer hier in de studio staan. De zondag daarna? Ja. Nou ja, blijven ze een week hier dan? Nee, gewoon de zondag gelijk erop. Ze zijn zaterdag. Ja, ze op zaterdag dan optreden en zondag hier. Ja. Juist, precies. Oh, Jos, je begrijpt het goed. Hey, en slapen ze weer allemaal bij Steusbij of niet? Dat toch wel. Onze manager zal alles wel verzorgen, denk ik. Dat sowieso. Maar volgens mij is dat met de Disco Totaal ook. Dat Sergi Elias en Italo Connection. En... Slapen ze allemaal bij ik dacht het wel. Bij Ron in de Hoogslaper? Ja, zeker. Ja, slaap jij, wil jij boven of wil jij beneden slapen? Weet je, dat wordt altijd gevraagd. Wil jij boven of beneden? Nou ja, hij woonde natuurlijk eerst in zo'n parkhuis. Zo'n vakantieparkhuis. Maar toch niet meer? Nee, niet meer. Nee, niet meer. Hij schijnt een riante villa te hebben. Ja, heeft hij een riante villa? Volgens mij wel. Ja, waar? Ja, volgens mij wel. Vrij groot huis. Met een garage? Dat is wel best. Oh, nou, daar kan Maxime Duval dan in. Hè? Op Rijlaan. Ja, dan kan je geen potje kapot breken. Dus nee. Laat staan een genderneutrale. Ja, nee, helemaal niet. Nee. Vraag maar eigenlijk af of hij dat ding nog heeft. Maar goed. Dat zijn nou, vragen die niet stelt. Max, ga je volgen. Heb je dat ding nog? Woont in Amsterdam. Ja. Ja, nee, maar heb je dat ding nog of is het een gleufje geworden? Nou, jij mag het zelf ook. Ja, nou goed, dat heeft hij toch zelf ook voor gekozen. Maakt toch niet uit? Nee, maar niet alles moet jij weten. Nou, dat vind ik interessant. Ja, de journalistiek. Ik hoef het niet te weten. Nee, hij wil graag als vrouw eruit zien. Nou, dat mag hij toch? Ja, leuk. En hij doet leuke dingen. Ja, hij doet hele leuke dingen. It's raining in my heart. Ja, mooi man. Raining in my heart. It's raining. Maar voorlopig doet hij het. Hartstikke creatief. Hij trekt hele volle zalen. Hè? Ja, ja, ja hoor. Ja, erudite man-vrouw is het. Mark uit België. Die heeft ons ook gemaild. So another request coming up. Hij zegt, ik hoop dat jullie nog vele jaren doorgaan. Met Radio Stad Den Haag. Want de muziek is super. Nou, dankjewel Mark uit België. En hij wil graag horen Davis Grant met Change. Every hope that I held let me down.
motto zei van hou het wisselgeld maar. Keep the change, hè. Dan zeg je dat altijd. Keep the change, hou het wisselgeld maar even. Ja, ja, keep the change. David ja, Grant, ken je nog van Could It Be I'm Falling In Love met Jackie Graham. Ja, en wie is die andere Grant? Wat, andere Grant? Eddie Grant. Eddie Grant, ja. Eddie is reggae, hè. Ja, I don't want it in. En echt zijn groot hit, wat vond ik altijd, dat Rens van der Mar, Rens van Kralingen, die vond altijd Stop and Go, vond hij altijd. Oh ja, wow. Stop and Go, die ken ik wel. Ja, ken je die? Nee, hoor. Ja, gewoon altijd ja zeggen, man. Stop and Go, ja zeggen. Dat is een topper. Beetje Stop and Go. Jongen, ik doe niet anders. Je moet gewoon denken alsof je Peter Eigen bent. Gewoon ja zeggen. Ja, joh. Oh ja, joh. Ja, natuurlijk. Ken ik ook. Maar goed, nou gaan we naar een plaat. Ja. Waarvan Jos nog even een oproep wil doen. Oh, ja, dus. Nou, ik baalde hier een beetje. Ik was even de request aan het opzoeken. Dan denk ik, dit is leuk om op vinyl te draaien. Ja. Maar ik heb hem gewoon niet. Hé? Ik heb hem niet. En het is niet zo'n vreselijk bijzondere plaat. Nee. Maar, dus wie oh wie willen mij doen toekomen? Ja, en dan hebben wij het over Angie Kerr. Ja. Met Your Mind uit 84. Ja. En degene die het dus ook echt heel lekker vindt, dat is Condor. Hij zegt dat dit wordt ook vaak geassocieerd ja. met Valerie Deur. Valerie ja, Condor. Lijkt zo'n maar het is Angie Kerr. Ja. Heel goed gezegd voor je Valerie. Dus wie heeft hem voor Jos? Weer voor Jos. Weer wat heb je ervoor over? Hoeveel pegels? Jeetje, wat zou het ding kosten? Een kratje fles wijn. Een kratje wijn. Een kratje wijn ook. Kratje wijn. Heb je dat tegenwoordig? Kratjes wijn, nee toch? Ja. Nee. Oh ja? Wel zakken. Zakken. Ja, gewoon zo'n hele grote pakket, dat heb je dan weer ja, wel. Ja, doos wijn, ja. Dit terzijde. Trouwens, Nicolosi is de man die dit blaadje gemaakt heeft. Meneer Nicolosi, ken je wel natuurlijk. Hele bekende arrangeur. Van de familie. Ja, een Angie Kerr. Ja, hoe is dit? Nou, Angie Kerr heet Angela Caraviglio. Caraviglio. Ze hebben ook maar één plaatje gemaakt en dat is deze. Vergeten op het Merrick Music label toen niet. Ken je dat Merrick Music? Merrick. Ja, dat is Valerie Deur natuurlijk. Ja hoor. Ja, zeg maar ja. Zeg maar ja. Maar ja, ja zeg. Misschien was dat wel Valerie Deur. Ja, nou, dat zetten ze hier niet bij. Nou.
Personal Care denken. Maar dit was Angie Care. Verschenen op Merck Music. Ook natuurlijk in Duitsland op het Zoekslabel. En de Nicolosi Family was natuurlijk van Novecento onder andere. En er staat ook bij hier Special Thanks to Valerie Door. Dan vraag ik me toch een klein beetje af. Misschien is dit Valerie Door. Dit is Valerie Door. Dit is Valerie Door. Is dit Valerie Door? Ja. Kijk. Dora Kakalivikio. Ja. Wat zeg je? Dora Kakalivikio. Ja. Karoviklio. Valerie Dora. Precies. Ja. Nou, lekker dromerig plaatje. En heerlijk. Straks komt er ook nog zoiets aan. En dat heet Ella. En dat komt uit op Flashback Records. Maar dat is voor later. Ja. En ook de nieuwe George Aaron. Die vind ik een beetje zo-zo. Maar goed. Zo-zo. Laten we hem toch maar tegen. We hebben geen Bavaria bier in huis, hè? Oh, zo. En ook nog natuurlijk. Eentje komt uit op Mothball Records. En dat is van George Hysteric. En dat is R.A. met Space Melody in de Fleming remix. En OP8 Butterfly, also in de Fleming remix, also coming up this evening. And some other ones from Flashback Records. Ja. Dames en heren, Urbiet Orbi. Welkom op zondag. Laten we een proost. Laten we proosten uitbrengen. Op het leven. Ja. En op je lever. En op je lever. Als je te veel zuipt. Nou, dan moet je gewoon... van die pillen voor kopen bij de trekpleister. Dat bij de trekpleister? Leverreiniging. Oh, bestaat dat nou? Ja, met Maria Distel en dergelijke. Maria Distel? Ja. Of bij het kruisnat. Ja, Maria Distel. Ja, en deze is vervelend altijd. Maar goed. Orlando vroeg iemand aan, maar die weet je eigenlijk niet zo. Nee, Gert. Dus ik denk, joh, Gert. Attenzione. Gert. If you're listening, Gert. You requested Orlando with Wasting Water. I don't know what we do wrong, but we cannot find what you're asking for. So, Joske. Then we find Bobby Orlando. Bobby Orlando. Why not? Nou, ik denk dat Victor Ramen samen met Anne naast elkaar zitten. Die springt ineens op. Oh, heerlijk. Die is helemaal gek van Orlando. Is het ook? Maar ja, dit is dan met een Bobby ervoor. Nou ja, dansen in de hemel. Oeh. Ja, lekker man. Dancing.
Nou, heeft u van mij één hap? Ik wil een... Ik zit onder wel even in de chat te lezen natuurlijk. Want Menno zit er natuurlijk ook in. Oh. Maar ook John Jones. En John Oorschot is daar. Ja, en er wordt lekker heen en weer geluld. Deze opmerking zal me niet in dank worden afgenomen, zegt John. En waar ging dat dan over? Kijk, want dat heb je als je natuurlijk niet kijkt en je zit lekker op Discogs te gluren. Ja. Ja, dan gaat die chat voorbij. Oh. Zo gaan die dingen. Want John had weer een ideetje om het t-shirtje wat ik aan heb, om die te veilen. Ik zeg, nou, dit schiet echt niet op als een kerel dat aantrekt. Nee. Maar ik heb nog wel wat thuis. Ja? Buiten de Nijken in de Kijken? Heb je nog wat anders thuis? Ik heb nog van diverse radiomakers uit Europa heb ik nog wel een t-shirt. Waaronder die van Will Reed. Misschien kunnen we die gaan veilen. Van Will Reed? Club 80's, daar heb je een t-shirt van. Ja, en bij mij is dat bijna een zomerjurk. Dus dat is toch veel te lang en te groot. Dus die kunnen we misschien wel slijten. Dan heb ik nog Il Discotto, maar dat vind ik zelf wel dat... Daar moet wel ruim voor betaald worden. Ja, heel ruim. Ja, ik heb ook nog stiletto's, heb je ook nog met Radio Stad en Hart op. Maar die gaan niet weg. Die gaan niet weg. Die gaan niet weg, nee. Nou, die kunnen wel weg, maar dan... Ja. Ja, 10.000 minimaal. Ja, 10.000, ja. Ja, en je kan ze besnuffelen. Ja, als je fetisch bent. Ja. Ben je fetisch? Hoeft er maar één te zijn. Nee. Nou, ben je fetisch? Nee? Heb je een fetisch? Heb je een fetisch? Oh, nee. Heb je een fetisch? Oh, nee? Nou ja, misschien wel. Misschien ja, wel dat je heel erg aan de tenen van je vrouw ligt. Nou, maar met geld niet voor vinylplaten bijvoorbeeld. Nee, nou wel. Want dan heb je ook zo'n lucht als je een vorm van fetisch. Als je een ding binnenkomt. Ja, dat is een vorm van fetisch. Dus net als met oude boeken, als je daar zo even zo doorheen gaat, hoe dat dan ruikt. Weet je wel. Dat hebben mensen met platenzaak ook. En ik vind wat ook heerlijk ruikt, dat zijn mijn Technics draaitafels. Ja. Daar komt, als ik die thuis aanzet, daar komt een bepaald luchtje uit. Oh. Ja, dat vind ik heel lekker. Zijn ze dan nog wel goed? Ligt er een soort rookpluimpje. Moet je niet even na laten kijken, die dingen of zo? Ik weet niet, het is een soort technisch luchtje. Technics luchtje. Nou, ik kom een keer bij jou ruiken. Nou. aan de draaitafel. Ik zie dat helemaal voor. Ja, gezellig. Nou, Gert, your prayers have been heard because we're still going to play Orlando. Yes, thanks to Ewald Green. Yes. Ewald, our green choice. Precies. Ja. Nou, and then we still have requests left for Victor natuurlijk, Berlusconi, another Will Reed, Ilse. That's the wife of Jos. Here, behind the wheels of steel. Dus de wife of Jos. Ja, dus de wife of dat... vriendelijk, hè? Of dat fetische vriendin. Of een jongen van 2 meter. Dat is Jos's apostrof S wife. Zoiets. Jos's aanhalingstekens. Even kijken, Gunnar ook nog. Gaan we ook nog opzoeken. Ging ik wat instarten eigenlijk? Nee, ik ga zelf wat doen, want we hebben een verzoekplaatje. Althans, iets nieuws weer. Oh. We hebben een wereldpremière hier op jouw Radio Stad. Ja, en dat laten we natuurlijk over aan Gwen. Oh, ja. Ja, weet je, die Will Reed, die veegt gewoon iedere keer de vloer voor die met ons al aan, weet je wel. Dus de kruimels liggen er en ik wil ze eigenlijk opeten, maar hij heeft ze al weggeveegd. Dat timed hij heel goed, gun ik hem ook van harte hoor. Dus als mensen hebben opgelet, het staat ook in de New Gen chart, deze plaat. Ewald zegt trouwens over, is het technisch stof wat je ruikt? Ja, ik weet niet. Ik vind het lekker. Dat rook, 30 jaar geleden rookte hij ook al zo. Naar stof? Ja, ik weet niet wat het is, maar... Heb je een beetje muffenlucht? Ja, nou, ik ga even verder. Oh, sorry. Want anders gaan we weer... Van Ella. Oké, so on Flashback Records. 2 new tracks are released. 1 is George Aaron, Lovely Fantasy. We will play that 1 later. But first, Ella. And it's called In My Mind. And we don't have any information about who the fuck is Ella. But I can tell you it's a very, very nice track. Ik zou zeggen, who the fuck is Ella, maar die weten we. Ja, and you can get it now on Flashback Records. So enjoy Ella, In My Mind. This is a Radio Stad Den Haag world premiere.
Die zong het ook weer Ela Ela. Die zong, dat is iemand, een dame die zong Ela Ela. Ja, Ela Ela. Was dat niet Franse Gals? Of ja, zoiets. Franse Gals of Franse Jolie of hoe heet ze ook alweer? Heel goed, ergens in de buurt. Ergens in die buurt, in de Franse stijlen natuurlijk. Ja, waar je natuurlijk ook van die prachtige ondergoeden hebt, hè, in Frankrijk. Ja. Maar daar gaan we het niet over hebben, want ik vermaan nu diverse chatters. Oh, dat gaat alleen op voor mensen die chatten, om Anne niet meer lastig te vallen. Nee. Bij deze. Ja, laat dat mensen met rust. Vind ik ook. En focus je eens op jezelf of zo. Ja. He, ga eens voor de spiegel staan en kijk eens wat je zelf aan hebt. Nou. En dat je denkt, Jonathan of Menno, laat ik zelf eens even... Vind ik ook. Kijk wat je aan hebt en dan zie je precies wat de voor- en de achterkant is. Als je goed kan zien wat de voor- en de achterkant aantrekken. Is, moet je even dat ding wassen. Nee, maar... het arme mens heeft nu ook al de chat verlaten. Nou, dat willen we niet hebben. Anne, dat moet je ook weer niet doen, hè? Nee, daarom. Nee, Anne, kom op. Maar we hebben Fabrice Le Grand sur le chat. Bonsoir, Fabrice. En natuurlijk, very gemütlich in de chat. It's very nice to see so many people. Teleki Paul, welcome, sir. En My Mine. En Nini. Also there, Mark Bongers is erbij gekomen. Kees en Colinda. Leuk, joh. Zit Kees Kolen er nou wel in? Nee, Kees en Colinda. Goed, Kees en Colinda. Goed. Oh, Anne zit nog in de chat. Goed zo. Laat je niet in staan. Een beetje te plagen. Nee, maar ook zij zit te plagen natuurlijk. Tuurlijk, zij doet het ook. Eén grote plaaggeest, zo is het. Maar ik kom niet meer bij. Ik vind het een heerlijke discussie. Ja? Waar kwam je dan niet mee bij? Want dat was wel een beetje... Nou, de een na de ander kopt dingetjes bij elkaar in. En ik zei dat jarretellen... Dat bijzaken zijn voor het ondergoed. En Jonathan zegt, dat klopt wel. Jarretellen zijn van die overbodige zaken die alleen maar in de weg zitten. Net als ondergoed. Dus... Ik vind het geen overbodige luxe, hoor. Ik vind het erotisch heel geweldig. Nee. Dat is gewoon om jezelf even een beetje... Menno had het erover dat jarretellen ondergoed is. Ja, met gaten. Ja, dat is een behoorlijke... Want het zijn... Jarretelle hoort niet bij het ondergoed, vind ik. Maar het is meer, dat zijn de versierselen bij het ondergoed. Nee, jarretelle is erotisch getint dat jij opgewonden raakt van je vrouw. Nou, omdat ze met hele mooie dingen voor je staat. Nou, joh, dat was een tijd dat als je geen jarretelle droeg... dan had jij je kousen had je op je enkels hangen. Dus vroeger, net zoals heren, die hadden sokophouders. Dat ging onder de knie. Ja, dan hebben we het wel over 1890. Maar, ik geloof het best wel. Nee, kijk, vroeger hadden ze geen elastiek en lycra. Nee. Dus zo moet je het zien. En kousen van dames, die waren ook bijna in maat. Ja, ja. Dus die moesten wel jarretellen dragen vroeger. Uh-huh. En dat was helemaal niet voor de sexy. Niet? Maar anders bleven die kousen niet zitten. Die hadden geen plakhanden. Maar daarna hebben ze er eigenlijk wel wat meer sexy van gemaakt. Christine Le Duc enzovoort, Le Moulin Rouge. Nou, ik denk na de jaren 70, toen iedereen alles uitwierp... dus ook al het leukigheid, is daarna in de jaren 80... is het allemaal weer teruggekomen. Want toen is dat wel lekker jarretelletje aan. No. Alors. Nou. Oké, okay, nou. Dames, hier gaan we. Weiter. Komt u maar. West in water, it's all red and maybe west in water.
eigenlijk aan, deze Orlando met Wasting Water. Ja, requested by Gert. En Gert is probably, and I'm for sure, from Germany. And we finally found it. Yeah. So it's a bit up-tempo. Als ik hem hoor, dan beetje, een beetje, het gaat wel een beetje naar de boeren. Het is wel een beetje Paolo J. Ja, die Paolo J. Is dat altijd... Die rossen van de schuiven. Die rollen bijna de schuiven naar boven. Domani, domani, of course, Eventidazzurro. And who is also back in the back? Mauricio Giovanni, de pizza directore. Ja? Ja. Heb je gevraagd waarom hij er 2 weken niet was? Nou, misschien wil hij eens een keer time-out. Dat en, vind ik ook helemaal prima, jongen. Dus hij komt met de pizza en maar de corona. Er was 1 keer was hij er ook niet, laat hij gewoon de pizza bezorgen. Oh, waar heeft hij dat? Dat zag ik. En ik dacht weer dat Victor en Anne dat weer hadden geregeld. Nee, nee, dat had hij Giovanni weer gedaan. Maurice, wat ben je toch een wereldwonder. Een lekkere boeddha. Nou, ik moet weer zeggen, er zijn zoveel lieve mensen om ons heen. Niet te geloven. Iedere keer wil ik dat even benadrukken. Ja. Geweldig. Ja. Wat about it. Ja, thank you so much for all your support to Radio Stad Den Haag. All of you, all the time and anywhere, everywhere. All of you and all of me. Ken je nog? Ja. Oké, let's go to another new release on Flashback Records. And you're going to listen to George Aaron. Leuk. Alweer. The new George Aaron. Die gaat ook maar door, hè? Ja. Lovely Fantasy, it's called. And it is the... Waar hadden we het over? The... Wait a second. The time remix. But listen, you hear very many familiar sounds. Zou Eddie Jan hier aangezeten hebben. Van welke plaat is dat ook weer? Shaking It Up. Time. Oh, vandaar de time mix. Misschien wel, ja. Nou, dat zou... Jongen. Ik zeg, Michiel is scherp vandaag. Ja, ik ben heel scherp. Mes. Ja, hoe is het mogelijk? Just for you, I fly to heaven just for you. You make my day brighter and shining. Smile of love forevermore. I know your love is tender. I know your love is true. I know your love, and I will surrender. You make my dreams come true. Curlier, zeg maar.
was die George Aaron, de man die kent als Elvis de Pelvis. Ja. Anders wordt hij ook wel een beetje genoemd in Italië. Leuk plaatje. Was natuurlijk die Dario De Lara, heel gek van David Bowie is. En ze zijn al die Italianen toch een beetje gek. Op bepaalde artiesten, die zijn dan ook een beetje... Ja, nou, George Aaron die speelt toch ook zelf gitaar en doet hij een beetje heel erg Amerikaans. Ja, hè? Doet echt op hij Elvis is van het folk. Maar goed, dit was dan even die time mix. Maar we kunnen toch ook even een stukje laten horen van die andere mix. Ja, dat is dus... This is also George Aaron. Ja. Yeah. Same track. Dit but is then, echt, but then it's called mix. The Heaven Mix. The Heaven Mix is het. Ja. And again, on Flashback Records. So radio exclusive. But you hear several... Ja. Yeah. Dat zou Paolo J zeggen. Maar dat doet hij op iedere plaat. Even kijken. Hey, hey guy, are you ready? Ja, maar ready. Hey, maar vroeger hadden die artiesten zaten altijd bij één platenlabel, toch? Ja, maar tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig kan je gewoon overal... Nou, je moet gewoon geld verdienen. Je bent freelancer, dus je hebt geen contract. Kijk, hij heeft ook wel wat voor Eventi dat Zoerof gedaan, deze George Aaron. Maar dat is gewoon op dat moment. Dus hij heeft geen contract met Eventi. En dan zou hij meer dingen moeten geven. Yeah. Dus ja, George denkt ook, ja, als iemand me opbelt, zegt hij een plaatje. Ja, maar stoppen een beetje. Dan zou hij nee zeggen natuurlijk, hè? Maar goed, dus en Ella in My Mind en George Aaron Lovely Fantasy in the Time Mix, Heaven Mix. Both new on Flashback Records. And you can get it right now. It's released this weekend. So, hope you're happy now. Ja, hope you're. Are you happy now? Hope you're happy now, mate. And thanks Kimo, Salo en Parviana voor... giving it to us. Maar gaan we nog meer dingen draaien eigenlijk? Ik heb even nog even... Ja, we coming meer. Up is later in the show OP8. Ja, OP8. Butterfly, that's a classic. Coming out on Zux Records and in the Fleming remix. And another Fleming remix of R.A. Title Space Melody. And that is also on Bordello. And, dat is het. Nou ja, you name it. So that's coming up. En dan gaan we ook nog iets van een Haags stel laten zien op YouTube. Ook wel leuk. En ook Nicky Gable moet ook nog, hè? Voor meneer, je weet wel, Will Reed. Ja, ook nog. Het is strange design. Maar we gaan eerst eens even naar Jos. Ja, Jos, plaatje draaien. Druk eens op een knopje, Jos. Ilse nog iets. Nou, hoe? Zeg. Ilse nog iets. Een verzoekje van jouw eigen vrouw. Ja, van mijn eigen vrouw. En je denkt, ik pak er niet één, ik pak er niet twee, maar ik pak ze. Drie. Alle drie. Had je de drie? Laat ze maar even zien in beeld. Ja, de Harold Zwaardman grip. Oh, is Zwaardman. Is dat Harold Zwaardman? Ik denk die je gedoneerd heeft ooit. Dat zou best kunnen, man. Ja. Zo. Maar die is een beetje vals, zeg. Nou ja. Ja. High fashion, hè. Ik kan niet anders. Nee, gaat niet, ik heb wel de gewone versie, want die remixversies die zijn allemaal van... Nee, en heb je hem ook op normale snelheid? Op de originele snelheid? Hij staat niet op de Menno-snelheid. Nee, gewoon netjes in het midden. Kan je misschien even vertellen waarom jouw vrouw Iris dit zo mooi vindt? Want Iris, Ilse. Ilse, sorry. Ilse, vanaf nee. Maar tonight, dat is wel toepasselijk. Ja. Wat gaat er vanavond gebeuren, Jos, thuis? Weet je niet? Oh, nou, ik geloof dat ik vroeg naar huis moet vanavond. Ja. Misschien ligt jouw... Nee, maar verbaast me, want misschien is er gewoon mijn kamertje binnengelopen en heeft ze wat uit de kast getrokken. Ja, dat zeg ik. Die Charatelle is dan nu op Marktplaats. Dus.
Ken is ook de hele wereld aan het rondreizen, hè, met de Barbie erbij. Ja, ja, met die telefoon onder zijn arm. Ja, Linda Jorizo, hè, Barbie en Ken. Ja. Ik vind het bijna bijzonder om deze plaat, hè, van die overbekende doorgedraaide platen, om die eens een keer inderdaad in op zijn origineel te horen, zeg maar. Mag ik een vraag? En zonder dat hij gepitst is. Ja, maar goed. Dus dat is ook wel een beetje. Niet geremixed. Ik zie hem hier op High Fashion Label. Heb jij hem niet op origineel dan? Ja, nee, we hebben hier drie smaken. Hij was hier uit de kast. Uit de kast. Ja, we hebben hem drie dubbel. Hebben wij niet origineel toevallig? Nee. Label? Nee, alleen maar remix. Remix. Italian remix. Speciaal voor Ilse met twee bielzen. Ja, nou, voor Ilse de Feiter. En Ilse de Feiter is uiteraard de vrouw van Jos. Ja. Dank je wel, Ilse, dat we Jos weer even mochten lenen. Heerlijk. En daar zijn we heel blij mee, want Jos is een zeer prettig mens. Daar heb je goed aan gedaan. Waarom ga je dan toch Vlaams praten? Jos, ik weet het niet, maar ik kom er Jos de Feiter is een beetje Vlaams. Ja, dat gaat dan een beetje Vlaams. Herman van Velzen doet ook wat uit je. Ja, maar ik weet niet. Het is automatisme. Ik zie daar gelijk zo'n houten plankje met droge worst en lekkere pullen bier bij Joske de Vetter. Ja? Ja, nou, ik weet niet. Een hele rare. Maar goed, mijn familie komt wel uit Zeeland en uit België oorspronkelijk. Dendermonde. Zie je, dat die zilte lucht, die Dendermonde. Straal je gewoon uit. Dendermonde. Ja, we hebben ooit eens, of tenminste mijn oma heeft ooit eens zo'n stamboom gedaan. Maar ja, daar kwam niet veel meer uit. Ik wou zeggen zo'n necrologie, maar zo heet dat niet. Maar dat was boer dit, boer dat. Het kwam niet echt iets van adel of iets. Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Boeren waren ook belangrijk. Tuurlijk. En als dat je genen zijn, dan ben je gewoon een harde werker en geen zeker. Gewoon een harde boer. Ja, bijvoorbeeld. Welkom chatters. Leuk, Anne is weer terug in de chat. Dat was net ook al. Was weg geweest. Nou, ze moest even in de koeling gaan staan om even de temperatuur te laten. Ik heb even een grote oma onderbroek heeft ergens uit de kast gehaald. Denk, nou, ik denk dat dat wel de straf wordt. Nou, dat is straf van Victor. Ja, Victor heeft pikstraf. Die mag er niet meer in. Nee. Maar Jos wel, want tonight. Ja. Nou, je weet het niet. We hebben ooit Ken Laszlo nog in die kelder gezien in Den Haag. Waar was dat ook alweer? Ja, was bij 330 Live. Was dat. Ik kon daar net zo onder. Ja, het was bij 330 Live. Boven had je zo'n blow ding. Ja. Nou, Matteo uit Duitsland, die denkt dat jij meer dan 2 meter bent. Inderdaad. Maar dat is ook wel zo. Ja. En Ken Laszlo is 1,34 geloof ik. Of die had geen last dat hij zijn hoofd stoot in de kelder. Nee, hij niet. Maar Italiaan is wel heel erg klein, hè? Behalve Lion en Fabrizio Rizzoli. Je weet wel, Brian Hayes is ook niet echt een van de... Is gewoon redelijk. Nee, maar weet je, als je dat hele Italië bekijkt... dat bestaat natuurlijk nog voor 80% uit van die oude huisjes van vroeger. Ja. Met van die kleine deurtjes. Ja, als je daar alleen maar van die jossen loslaat in die straatjes... Dat, dat wordt hem niet. Dus het is één grote Efteling. Het is één grote Efteling. Nee, maar het is gewoon als je het huisje klein houdt... dan blijven worden de mensen ook niet langer. Net als die Chinezen met die voetjes. Met groene klein houden, plant in een kleine bak, dan groeit hij ook niet. Ik denk dat het dat is. Zoiets. Wat een onzin. Ja, moest ik wat instarten? Ja, doe maar gewoon. Ja, draai nog maar een plaatje. Ja, dit is wel een hele spannende. Voor Victor is die, maar hij begint wel meteen. Nou, ik hou mijn bek dicht. Oké, ik ga het door. Voor Victor. Hi, this is Mike Marine. Rustig. We'll
man met snoei. Ja, dat is Mike Marine. Als je denk ik George Moroder in die tijd en Mike Marine naast elkaar zou zetten, dan zou je het verschil niet zien. Nee, dat zou het niet zien. Hij is echt het prototype van de Duitse van de Duitse. Hij is gemaakt trouwens. Ook zo'n beetje kermisblad, hè? Nou. Botrodigjes, hè? Ja. En sneller. Sneller. We gaan sneller. Mark Bommers voor al uw tegelwerkzaamheden. Hoe? Tegelzettersbedrijf en Bommers. Bommers. Ja. Hij zegt, of mag ik geen reclame maken? Tuurlijk mag dat. Tuurlijk mag dat, Bongers. Als je een donatie doet, vinden we het prima. Ja. Nee hoor, ik blair het graag voor je even in ja, de ETA. Ja, maar dat moet ook maar tegenover staan. Maar we zitten niet in de ETA. Nee, hij is mijn plaat van Angie Carroll aangeboden ergens. Nee. Jongen. Maar meneer Bongers van tegelzettersbedrijf M. Bongers. Ja. Dit is al ja, 100 euro nou, wat hij moet gestort hebben. Een tegeltje voor, hier en daar in huizen... Gielemans. Een tegeltje? Ik zou eigenlijk niet weten waar. Nou, een nieuw fris tegel op de wc. Nou, dat gaat eigenlijk ook wel. Dat is pas gebeurd een paar jaar geleden, want de hele woning waar we vandaan hier zo. We hebben huurhuizen. Heeft u ook tuintegels, meneer M. Bongers? Nee, dit heb Victor Rabe wel. Ja, maar dan kunnen ze het samen doen, hè? Waarom moet iemand het alleen doen? Nee, nou weet ik niet. Nou, precies. Moeten we niet. Maar goed, dit terzijde. Oké. Even denken hoor, waar gingen we heen? Oh ja. We gaan hierheen. Ik, we gaan naar Standaard Luik. Ik word al een paar keer gemaild door meneer Philip Nauwes. Nauwes? Ja, Philip Nauwes. Kijk, Nauwes. Daar is Philip. En die komen uit Den Haag en die maken muziek. Een beetje disco, een beetje funky, een beetje... En ja, het is er 9 van de 10 keer allemaal niet van gekomen om daar iets mee te doen. Nee. Maar nu heb ik het Philip beloofd om de clip te laten zien. Het is hun nieuwe zomersingle. De groep heet Standaard. Ja. En de titel is Just Try Love Again. Super catchy, zegt hij zelf. Te gek, dansbaar nummertje. En wat het gewoon zo leuk maakt, is dat het van Haagse bodem is. Dus wij graag geven we Philip airplay. Just try love again. Just try. Just try. Just try love again. Just try. Just try. Just try love again. Just try love again. I cry myself into sleep, thinking about you. Love was murdered overnight, 'cause you wanted something new. Never happiness was fake. Realize I've made mistakes. I need to win your heart. Won't even care how long it takes. If I can make you realize I am the only one for you, you sure will give us every try. And love will, love will, love will pull us through. Just try, just try, just try love again. Just try love again. Just try, just try love again. Just try love again. Life is empty without you. Give you all I can. Hey, hey. Every try, and love will, love will, love.
will pull us through. Just try love again. Just try love again. Just try, just try love again. Just try love again. Standaard. Just try love again. Ja, en Rectification, of course they're from Holland, or not of course. They're not from The Hague, no. They're from Amsterdam, so excuse me. Nou, dat hadden we dat geweten, had ik niet gedraaid. Maar goed, ik vond het vrolijk. Lekker blij, lekker zo. Ja, lekker blij, jongen. Ja. En dan weet je wat, dankjewel Philip Mouwens. Mouwens, het was een beetje fruitcake-achtig, dat vonden wij. Ja, dat vonden wij, dit is een beetje... Maar zelfs Fabrice Legrand zegt... Très bon cela pour l'été 1910, even kijken, 2019. Ik vond dat helemaal niet verkeerd, zeg niet. 200.000, 19. Zo. Ja. Dus je vond het een beetje lijken Jos op deze plaat. Ja. Maar die heb je onlangs nog gedraaid. Dan heb ik hem op Radio 10 gehoord. Nee! Ja, serieus. Ja, het is of Radio 10 waar ik naar luister, of naar stad. Hè. Dus, ja. Nou, nee, leuk meid. Oké, lieve mensen, continueer. Kom maar. Jos, je kijkt me aan of ik weet niet wat ziet branden. Ja, maar het is altijd, volgens mij is het, ik kijk altijd meer naar links. Ja. Oh. Misschien heeft dat met je hersenhelft te maken. Nou, volgens mij ben je rechts georiënteerd hoor, in de politiek. Ja, maar dan is dat vaak dat het allemaal links zit. Aha. Ja, het kan ook zijn dat daar gewoon leukere mensen op links staan. Dat zou kunnen, Nou, wie staat voor jou sta ik ook op links. Ja, voor mij wel. Ja, maar, voor de kijker rechts. Ja, maar voor jouw kant weer niet. Nee. Maar dat geeft verder niet. Nee, dat geeft helemaal niks. Dat helemaal niet. Maakt mij ook niet zoveel uit eigenlijk. Er moet helemaal niks, Mark Bongers. Niemand moet donateren. Maar je mag het wel. We zullen het heel lief vinden als je dat doet. We hebben ook reclame gemaakt. Ja, precies. Tegel, tiek. Oh nee, tegelzetter. Ja, M. Bongers, tegelzettersbedrijf. M. Bongers. Voor al uw groenvoorzieningen, leidingen. Maar en hier en daar een tegel. Oh. Dus hij doet andere dingen. Dus hij doet tegels. Ja, ik weet het niet. Maar anders is het te gewoontjes om te zeggen... tegels hebben we al uw tegels. Moet je die Art of Love nu gaan draaien? Vind je het niet goed? Ja, dat vind ik goed. Dat is een lekker nummertje. Ja, een lekker nummer. Mooie Italo. Gunnar, I'm sure you're listening from Wiesbaden. And this is for your love. Looking Through the Night by Art of Love. Ja. Looking Through the Night. Als je dan wat ziet eigenlijk, dan kun je een punt, hè? En Menno. Hoeveel flessen sherry zitten er al in? Hou ons een beetje op de hoogte. Wat je aan het doen bent, man. Houd ons hoog, wat je allemaal aan het allemaal zuipen bent. Vertel eens wat. Wat zuip je zo al deze avond? Ja. Is het buikje weer rond, jongen? Ja, lekker hoor. Hey. Ja. Ach, hey. Ik mag aanstaande vrijdag weer naar zo'n vreedschuur. Gezellig, hè? Ja. Achter elkaar aanrennen in zo'n niet. Vreselijk. Nou, Peter vindt het fantastisch. Hij zegt, nou, is leuk. Dan ben je een keer van tafel af en dan kan je een keer met een ander een keer gaan zitten. Weet je wel? Dat is wel weer het voordeel ervan. Als je elkaar wel op tijd inhaalt. Want anders zit de een al en is de ander klaar. Nou, dus de ander wel weer opstaat. Ga jij er weer zitten waar die ander weer gezeten heeft. Wat een vermoeidheid, zeg. Ja. Oh. I need you. Nobody knows.
me tonight. Make love to me some way. Yes, you know, girl. Zomerse plaat hier op je radio Stad Den Haag. Dit is zondagavond nog steeds, 30 juni vandaag. De laatste junidag van de maand juni. Nou. En Gwen Anti is de backing vocalist in deze plaat. En waar heeft ze nog meer in gezongen? Nou, niet alleen deze Art of Love met Looking Through the Night, maar ook met Savage. Oh. Ah, Roberto Zanetti. Roberto zag ik, die zag ik op Facebook ook weer ergens. Een Polen zat hij geloof ik nu. Polen, oh, dat kan Polen. Ja, die betalen geld, hè, die Polen. Die vinden Roberto Zanetti geweldig. Maar ja, Gwen Anti. Ja, ik ben vaak... Ik ben Gwen Pro. Ja. Hallo. Ja? Nou, anti. Je zal het zo anti moeten uitzoeken. Gwen ja, Anti. Gwen Anti. En nu we toch in de reclame-zwederen zitten... Ja, heeft hij al gestort? Raben Services. Voor Raben, ja. Al uw tuinwerkzaamheden. Ja, groot en klein. Juist. Onmogelijk of mogelijk. Ja. Want we hebben het voorbeeld hier in handen gehad. Ja. Zelfs van het ergste stukje Zoetermeer. Ja. Weet hij nog helemaal. Maar daarna komt dan het paradijs, zeg maar. Ja, dus ja. Wil jij van je graftombe een paradijs maken? Raben Services. Voor al uw tuinwerkzaamheden. Nou, hij is, groot en klein. Hij zeg maar... Ja? Nou, hij is tegelt, zeg maar. Ja, het is nog net geen asfaltier. Stratenmaker. Hij is stratenmaker. Ja. Op zeeshow. Dat is waar. Dus dan hebben we natuurlijk en Bongers voor de kleine tegels. En dan hebben we Raben Services voor de grote tegels. En dan hebben we Christian Drol, die hebben we daar eigenlijk ook nog voor de loodgieterswerk. Voor alle leidingen, ja. Ja, van slokpijp tot, maakt niet uit, slok, alle slok, leidingen. Lekker man. Ja hoor. Nou, zijn er nog meer mensen die willen dat wij iets plannen? Iets met ballonnen misschien, maar... Of komt dat nog? Ja, Gwen Ballon. Hebben wij gewoon een naam? Nee, nog niet. Nou. Nee, feestidee. Oh, ga gewoon door, ja. Feestidee? Oh, dan blijf je gewoon houden. Feestidee. Ja, dat is ook het beste wat je dat doet, hè? Ja. Dat is het beste wat je doet. Ja, dat is ook een keer, heb ik ook een keer meegemaakt. René Bogaert had toen het biggetje. Dat is op de Damlaan. Dat is een disco, zeg maar een kroegbar. Daar zit Tino Martin, Tinus Kattenburg, is daar begonnen met zingen. Toen een jaar of 16, 17 was, stond hij achter de bar. Dus daardoor is hij ook alcoholist geworden. Maar dit er zijn. Dus toen hebben ze dat veranderd in de naam Geiten Peter. Ik zeg, dat moet je niet doen. Geiten Peter. Geiten Peter. Nee. Er zijn straks allemaal moslims aan je deur staan, die willen een broodje geitenpeter. De naam, het biggetje, was helemaal bekend in Groningen tot en met Limburg. Daar kwamen mensen gewoon helemaal uit die streken om daar gewoon even uit te gaan. Ja. Nou, en dan moet je het niet gaan veranderen. Nee, het feest van Sinterklaas moet je ook niet de denktank gaan noemen van Sylvana Simons. Nee. Weet je, dat is raar. En Sylvana zit Radio Stad Den Haag ook niet ineens. Nee, moet je zeker niet doen. Nee, Radio Centraal gaan noemen. Nee, dat gaat echt niet werken. Dat gaat ook niet. Nee. Dus. Michiel van den Brugge wil ook geen Michiel Bruin gaan noemen. Gaat ook niet meer. Oké, okay, maar Michiel van den Brugge überhaupt ook niet meer. Maar. Still coming up to other new remixes, re-releases. OP8 en R.A. Space. Oh ja, gaan we OP8? We will do that in a minute. En dan had ik ook nog wat. Dat was nog van vorige week. En die hebben we volgens mij niet gedaan. Dat had ik gezien. J.D. Jaber, Don't Stop Loving in de Victor Ark Zoeks remix. En die kunnen we straks ook nog wel even... Dat vind jij wel leuk. Als jij die OP8 al wil doen, mag hoor. Wil ik dat? Heb ik daar... Nou, dan moet ik daar even... Doe daar nog een plaatje. Doe maar die witte. Dan zoek ik even de informatie erbij. Doe maar die witte. Ik vind het zeer discriminerend overkomen voor de mensen die zwart zijn. Ja, nou... Doe maar die witte. Nee, ik pomp hem er gewoon in. Nou, goed. En kerstkissekken, hè? Nou, ik heb hier gevonden. Het is een witte niet. Ik heb hier gevonden van de Blanco y Negro. Ja. Mag dat nog wel? Ja, mag nog wel. Ja, tuurlijk.
Dat is jullie hebben vast kort geleden ontvangen, denk ik. En vast wel gedraaid ook. Het is Space Boys van Michael Bedford. Maar die is volgens mij nooit eerder uitgebracht op vinyl. En ik hoorde hem voor het eerst eigenlijk in... Ja, op YouTube staat een filmpje 77 Italo-hits in 10 minuten of zoiets. Ja. En er kwam een heel kort stuk hiervan vandaan. En ik meteen zoeken. Space Boys. Kon nergens vinden. Maar blijkbaar is het een soort hidden record die ineens naar voren komt. Kijk. Leuk. En jij hebt hem bij je. Nee, ik heb hem uit de kast getrokken. Oh. Wow. Dat heb ik niet gezien. Knip dat er maar uit, Ewald. Nummer 78. Zeker ook voor VHS en Betamax, hè? Ja, precies. En ze hebben ook videoafspelers. En bovendien verhuren ze in de tweede videotheek Leo compactdiscs. Dus we kunnen nu kiezen tussen de Ammunitiehaven 345 en de Weissenbroekstraat 78? Ja, en het telefoonnummer daar is 24 99 61. Ik begrijp het al. Tweemaal videotheek Leo, dubbel zo goed. Videotheek Leo. Iedere dag geopend van 12 tot 9 uur. Every Sunday, live. Zomer Radio. Hi, I'm Fleming Dalum, and you're listening to my latest remix here on Radio Stad Den Haag.
since the 80s. Ik kom er nou in één keer op, hè. Waar ik dit van ken. Mando Man, ken je dat? Mando Man, ken je dat niet? Nee. Zal ik eens even opzoeken? Nou, in ieder geval, you were listening to OP8 Butterfly in de Fleming Dalim remix. And you can get it on Zooks. The original was on Disco Magic. Yeah, it's one of my favorite songs. And it's a little bit more powerful now. Well, so that is what Fleming... Fleming is, just gives little touches old tracks without spoiling them. And that is what I like about Fleming. And do you know Fleming where the Dylan? Original sound from this record is? It's from the opera, Madame Butterfly. Okay. Oh, so. There are some pieces of that opera in this song. It's really nice. Really? Yes. Here. That's why we have you here. And it is, of course, this original was from 1984. And again, now on Zooks Records, whole new, fresh. And Fleming is unstoppable, eh? Fleming is unstoppable. You were thinking he's making remixes all day long or something. Yeah. And but he also had a job. Yeah, he also has a job. And nearly every week we have one or two Fleming remixes. Incredible. And it is incredible. And he's such a nice guy. And I'm privileged that I've met him in Denmark. Ken dat niet? Ja, die ken ik. Ja, oké. Maar gewoon zeggen ja. Ja, tuurlijk. Oh ja. Lekker. Hard Attack. Mendeley. Ja. En goed, laat maar zitten. Je hebt het ook van Lavaveur. Lavaveur heeft ook Mendeley uitgebracht. Er zijn weer twee dingen. Lavaveur ken ik wel. Ja, Lavaveur. Die ken ik met Mendeley. Ja, of het nou verschillen zit tussen Lavaveur en deze, dat heb ik geen flauw idee van. Maar goed, maakt niet uit. Dus in ieder geval, ik vond dat er zat er een beetje in. Maar goed, dat maakt niet uit. Mensen mogen gewoon een beetje dingen lenen. Kijk, dit is dan van Hard Attack, maar hier heb je dan van Love Laveur. Nou, hier. Non, non, rien changé. Tout, tout, daar kan ik hem afhalen, die man. En inderdaad, de Space Kids hebben wij gewoon ongeluk expres vergeten. Ongeluk expres vergeten. Ja. We kunnen nog draaien. Ik weet niet of er behoefte aan is. Maar kijk, als er niet echt iets is. Oké. Okay. Dan, hypnosis wordt er nu aangevraagd. Bormaals. Oh, dat kunnen we toch? Die kunnen we doen. Die zoeken we op. Welke hypnosis? Die is vast wel op in de platenkast hier. Hyp met de Griekse, hè? Hypnosis. Ja, hypnosis. Kan dat ook een zijn. Ik ben toch zo gebeten, man. Ik was het jij. Gebeten? Door wie? Mario? Had hij weer gezogen in je nek? Aan mijn been. Oh, je been. Aan je been gezogen? Oh. Oh, Miranda heeft ook nog Riker aangevraagd. Dat is ook een speesachtige. Ik heb hier hypnosis met Droid. Is dat hem? Nee, dat is hem niet. Welke dan? Bormal. Oh, hier. Ik zie wat in de verzoekjes. Ja, dankjewel. Kijk, Menno is gelukkig zit hij achterover in een opklapstoel. En die is helemaal in rust. Met de wijze waar. Hij is ingeklapt. Die zit mee te kijken in de verzoekjes. Oh. En inderdaad, Miranda Mivino, dat is wel waar. Ja. Riker met Star Trek. De dance version. Nou, go your gang. Gielemans. Ja. Heerlijk zo'n Menno in de bek, zeg. Nou, lekker hoor. Ja, leuk voor je vrienden ook. Riker en hoe heet dat? Star Trek. Oh. Space Rider. Wacht even. Ik heb het even niet opgelet. Star Treks. Hey, maar heeft Menno nog geen Mirko Heers aangevraagd of zo? Nee. Dat een Mirko Heers vrije avond wordt. Nee, hij is vrij, dus hij mag niks aanvragen. Ja. Nee hoor. Nou, zij kon het aanvragen, maar we draaien gewoon niet. Nee, precies. Nee. Maar ben je dan klaar voor die Riker? Kan hoor. Nou, ja. Oké. Okay. Ja. Ik bedoel, this is the we zetten deze stop en die start. Ja, dan zeggen we, this is the RSDH Space Synth. Wat gebeurt hier allemaal, jong? Requested by Miranda Mivino. Wow, Miranda. So an hour later than usual, because Menno just reminded us. And it was requested. This Hypnosis and Star Trek. Nou, nee. Nou weer. Rygar. Rygar. Nou, Star Trek. Sorry. Ja, 2-1. In de mix.
Space. Sin. The RSDH. Space. Sin. De radio is dan naar Space Int. Niet om 9:30, maar we zijn even wat later. 19 minuten over 10. En dan hebben wij hem even weer uitgeschakeld. Deze Space Int voor vandaag. Rijker was dat een Star Trek. Miranda Mivino kwam er ook mee. En dat vinden we dan weer fijn. Ja, dat en Menno mensen... tipte ons erop. Want die zit gewoon vanuit zijn vakantieadres. Zit hij lekker mee te kijken in de chat. Of in de request. En dat vind ik heel fijn. Maar wat hij net ook schrijft. Het schijnt dat de dance version. Die zit in jouw mail, Giel. Maar ik zeg ja, als Giel dat niet weet, dan kijkt hij niet in zijn mail. Dus dat moet even aangekondigd worden. Michiel is nu met iets anders bezig, dus luistert niet zo goed. Maar vandaar. Hij is een beetje van de wereld ineens ook, ja. Ja, nee, maar multitasken, lastig. Dat valt nog niet mee. Nee, precies. We hebben nog een paar dingen die we moeten draaien natuurlijk. Dat gaan we straks doen. Dat is nog de RA met de titel Space Melody in de Fleming Remix. Die uitkomt op Mothball Records. Wat met zijn vingers? Hè? Nou, dat doet Ben. Die is de vingers aan het trainen. Ja, dat zie je niet. Dat zie je niet. Maar die zit als, ja, en af en toe zit nou ze aan de let jij maar even niet op mij. Mij? Dat is al lang voorbij. Wat Menno dus zei, dat de danceversion van die Star Trek die zit in jouw mail. Maar dat is nu te laat. Nou, we hebben nu niks meer. Ja, mee. En nou niets meer om. Nee, precies. Menno is misscherpt. Het is goed dat hij vakantie is. Ja, dat heeft hij ook nodig. Dan moet hij zich niet meer bezighouden. Joh. Gewoon, hij moet gewoon de sherry tikken. Ik ben blij dat hij even heeft gezegd van Miranda. Want weet je, ik ben natuurlijk een beetje verwend met Menno. Ja. Jos heeft geen extra laptopje erbij. Nee. Dus de dingen die ik soms niet zie, die ziet Menno dan weer wel. Dus als ik even niet ververs... Donatiebutton. Ja. Extra laptop. Nee, maar dit heeft niets met doneren te maken. Nee, dat heeft meer te maken van welk mens zit erachter. Waarachter? Waar heb jij dan? Nou ja, gewoon. Je zegt, dan zie ik bijvoorbeeld even dingen niet. En dan ziet Menno die weer wel, omdat Menno zijn computertje bij zich heeft. Precies, maar die heeft Jos even niet. Nee, daar kan geen niks aan doen. Neem ik mijn computertje mee. Kijk, heel goed, man. Ja, heel goed. Hé, gaan we naar die Pardon-moi. De camera loves you. En wat is dat in DJ Berlusconi, Johan Tinnert, that is, requested this Pardon-moi. And with the title, The Camera Loves You. And we played Pardon-moi last week or the week before with Radio Star. The other title. Rodeo Star. Ja, Radio Star. And, Rodeo. Nee, dat is verkeerd. Rodeo. Ze staat er hier wel bij. Anyways, it doesn't matter. Johan Tinnert loves this one of Pardon-moi. And he is in the sunny city of Gothenburg. And indeed, cheers, mate. And a bit late, but here is your song. Pardon-moi? Where are they from then? Pardon-moi?
Goedenavond hier, met Corneliske uit Schijndel. Ik zal jullie wel eens even wat vertellen, hè. Morgen dan wordt het hier 34, 35 graden, hebben ze het over. Dus ik heb net met een basis eens opgebeld. Ik zeg, ik kom morgen niet. Ik zeg, want al mijn t-shirtjes die gaan maar tot 30 graden, volgens het etiket. Jos de Veter mag dit plaatje wel, denk ik. Ja, toch? Look to the left, look to the right. Ja, ja vind ik mooi. Het is een beetje new wave-achtig. Ja. Maar we hebben maar dus twee weken geleden... Je hebt inderdaad ook, sorry Giel, je hebt en Radio Star van Pardon Moi. Ja, klopt. Maar ook Rodeo Star. Aha. Rodeo Star. Ja. Nou, die staat hier namelijk de camera Love You, Pardon Moi. Ja. En er zat nog Radio Star staat eronder. Maar dat zat op YouTube. Nee, maar ze hebben... En daarnaast heb je dan een filmpje van, of een dingetje van een man... die volgens mij met zijn bril en zijn hele gezicht in, de poep heeft gezeten. Ze hebben een aantal albums, hebben ze. Oh ja? En het label is Wrong Era. En ze komen uit Berlijn. These people are from Berlin. En nieuw? Of is het? Hè? Nieuw? Ja, ja dit is nieuw. Dit is nieuw. En you can get it, for example, at Bordello Aparici. En de Berlin duo is called James Brooke en Thomas Freudenthal. Het is alleen maar jammer dat hij maar 154 keer nog eens weergegeven via YouTube. Nog niet veel. Nee, maar het is ook nog niet zo oud. Nee, en het is vanavond. Ja, 19 mei. Ja, maar het is ook vrij gepubliceerd. Ja, maar sorry, het is een beetje specifiek. Nee, we zitten eind juli. We gaan naar jullie. Hallo. We gaan naar jullie. Nou, ik vind die mensen die mogen wel een beetje credit hebben. Dus ja, dat zeg ik ook. Dat moet een beetje groeien. Het is een beetje aparte muziek. En niet iedereen vindt dat leuk. Alles moet groeien. Zelfs je hele onkruid die komt gewoon automatisch je tuin al uit. Echt even kijken. Dus Johan Tinnert, thank you so much. Voor dit. Pardon. Ja, en nu? Ja, weet ik niet. Ik denk Jos hoor. Oh, dan gaan we even een toontje lager. Die schuim lekker die staat achter die draaitafels en dan moet wat mee gebeuren. Ja, staat hier niet voor de kansen viool. Nee. Nee. Wat zit je op? Vertel. Een oude, trage... Ja, het is eigenlijk een fritalo zou Oscar zeggen. Fritalo? Fransitalo. Oh ja, lekker, ja. Ik hou wel van friet en Frans. En hij is een paar jaar geleden nog bij Bordello opnieuw uitgebracht op een 10 inch. Oh. Inclusief condoom en zakdoek en weet ik het allemaal. Oh, weer zo'n opeens natuurlijk. Ja. Waarom komt dat? Oh, Tutti Quanti. Ja, dat weet ik niet. Ja. Gewoon Tutti Quanti. Het is maar Tutti Quanti, helemaal.
Maai had het net over condooms en zakdoeken. Ik vind het wel een hele leuke combinatie. Als je niest, kan je natuurlijk ook klaarkomen aan de onderkant. Oh, nou, ik heb er geen last van. Nee, jij niet. Ja, dat is de leeftijd, nee, ja. Nou, daar ja. hebben ze ook luiers voor, een inlegzolder. Inlegzolen hebben ze er ook voor. Deze is speciaal voor Rick. Ja? Leuk. Ja, want dit was een oude Freewave plaat. Die daar wel een aantal weken op één heeft gestaan. Mark de Roo. Ik ken hem wel, Mark de Roo. Mark de Roo. Ja, ik zou eigenlijk. Nou, wil ik eens kijken. Zeg maar, ja. Nee, Mark de Roo die doet Freewave Leiden. Die zit nu op ze internet weer een voort. Terug, ja. En Mark de Roo die maakt programma's voor Fresh FM Aruba. Voor wat ik vond. Dat is eigenlijk een soort van radio, je weet wel. En, maar die wil ook graag een keer in deze radiostudio langskomen. Oh, leuk. Maar. Hij kan geen auto rijden, want hij ziet amper wat. Het is net Erwin van der Bliek, weet je wel. Dat zijn van die ogen, die zijn helemaal een beetje op. Ik ga hem halen. Ja, dat jij hem een keer op, dat we dat een keer een beetje een soort van... moet ik eerst natuurlijk even weer contact op gaan nemen met Mark de Roo. Dan gaan we dat eerst doen en dan neem ik contact op met jou. Dat je zegt, nou als jij dan zegt van ik kom dan even lekker langs vanuit Leiden... dan neem je Mark de Roo mee. Ja, moet je natuurlijk ook wel weer terugbrengen. Dat ook. Ja. Waar en dan zien we Rick ook hier krijgen. In Leiden ergens, weet je waar. Oh, hij woont ook in Leiden. Oh, kijk, dat komt mooi. Ja, met Chris de Waard natuurlijk. Ja, dat, oh, neem die ook gelijk mee. Neem je ook gelijk mee, Chris? Nou, dan neem Chris hier mee, joh. Leuk. Die is nog wel druk bezig, ja. Chris ook, ja. Die kunnen Hans Dols ook uitnodigen. Wordt het één keer feest. Ach, heerlijk. En dan Maxime Duval erbij. Nou. Ja, nou. Is Maxime ook een keer? Nou, en jij bent er al, dus Giel. Dus dat komt helemaal goed. Hoezo iedereen denkt dat ik gay ben, hè? Ja, raar. Ja, raar. Je handbewegingen worden ook wel steeds meer joehoe. Dus. Dat is omdat er geen vrouw meer aan zit. Ja, maar dat is wel heel lang. Ja, maar ja, ik ga hem ook liever voor me, Michiel, moet ik zeggen. Nou ja. Maar goed, laten we nog even naar de laatste exclusive gaan. Sorry dat we alle jingles niet gebruiken. Maar Michiel heeft daar toch wel moeite mee. Om die nee, ik heb er geen moeite mee. Maar als je het even gezegd had, dan had ik het ook mooi. Nee, maar dat weet je wel inmiddels. Want je weet hoeveel maar er komen. Is het dan een exclusive of is het ook een wild première? Mag ook ja, een ik vind ze allebei. Want zeker voor radio... what are we going to do, guys and dolls? Also, again, a Fleming remix of a classic track from long, long time ago. I think 88, that is. And we're talking about R.A., Space Melody. And that was composed by Piazza and George Hesterik. That's a Dutch guy, and he belongs to the record label Mothball Records. Contacted. Is George Dutch? George Hesterik. Yeah? Ja, volgens mij wel. Ja, nou breng je me aan twijfel hoor. Ja. Maar in ieder geval... George Hesterik. Contacted. Ja, sorry, want dan brengen we van de wijs. Ik dacht dat je uit Australië kwam. Ben ik in de war met iemand? Nou, maakt niet uit. Dat zien we zo wel. Ik praat gewoon door. Nederland. He contacted this artist. This Italian artist. Who is now living in Berlin. And George released this record and Fleming did the remix. It's a great song. It's a great song. Ik zei van tevoren even zeggen, als je begin van deze plaat hoort, denk je aan Soft Cell met Tainted Love. Okay. Moet je begin maar even zo met de horen, is echt Soft Cell, Tainted Love. Ja. Precies. Nee. And you can get both tracks, so the remixes of OP8 and this one, R.8 Space Melody, on Bordello Apparici, but probably... Also on their own labels like Zoox and Mothball Records. Oh, so let's listen up to this one. Yeah. Okay. This is a Radio Stunt Den Haag world premiere. Hi, I'm Fleming Dalo, and you're listening to my latest remix here on Radio Stunt Den Haag.
heeft hij lekker gedaan, die Fleming Dalem. En trouwens, dames en heren, vergeet het niet. Aanstaande woensdag is het, geloof ik, wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk. Dan gaan onze Nederlandse dames gaan natuurlijk dan weer spelen tegen Zweden. Ja, ja. En ik kan daar beter overheen lullen, maar dat ik George Hesterik bedacht had als een Nederlander. Natuurlijk is het geen Nederlander. Jij had het heel goed. Hij is een Australiër, een DJ en een designer, George Hesterik. En he is the one who contacted this Piazza, even kijken, wat is de Piazza? And that is the composer of Space Melody in 1988. And now re-released on Mothball Records. And also on Bordello Aparici. Thanks to George Hesterik in de Fleming Dalem remix. Ik zie weer een lekker Van de Bruggetje aankomen met je Mothball. Dan gaan we even naar Whatball. Ja, John from the chat. John is still in the chat. And he says, where's John where from? Nou, gewoon Nederland. Ah, John. Oh, John Oorschot is dat. Bij jou is iedereen Nederland tegenwoordig. Nou, John. 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 Ja, John, we zijn je niet vergeten, hoor. Dus nee. Ja, hier is John Jones, noemt hij zichzelf. Hè. Oh, John Jones. Oh, ja, dat is John, dat is meneer Oorschot. John met zijn accordeon. Maar dan moet je even opletten, John. Dan moet je voor, dus Captain America is het niet, hoor. Nee, Captain America is die stripheld. Oh, ja, die. Het is geen Captain America, dit. Nou, en dan komt er nog een Marcel van der Harst. Hè. Die heeft een Nouvel Phénomène aangevraagd. Die is lekker. Oh. Marcel. Ja. Nou, is een verkend Captain Sensible hier. Man met het mooie Franse petje op. Ja, dat is zo'n... Oh ja, met een videoclip. Hebben we met een videoclip? Ja, ja. Ja, we hebben een videoclip. I said Captain, I said what? Well, I woke up this morning, I was feeling fine. But this cat starts banging, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said rip up. Well, I'm aware that the guy must do his work. But the poor drummer man drove me berserk. He said Captain, I said what? He said, Captain, I said, what? Stad Den Haag op deze lekkere gezellige lekker meeblerplaatje. Ja, ik vind het wel een meeblerplaatje. Het was vroeger was het ook een kwartetschijf volgens mij. Kwartetschijf. Waar was dat bij stad? Ja. Ja. Vier DJ's. Dit uur met Jurgen van der. Ja, bijvoorbeeld. Van der Meer. Ja, die hebben ik heb ze. DJ Jurgen. Als je ze wil Ricky Romano. Ricky Romano, Licky Romano. Allemaal. Die deden. Zelfs Rick van Veldhuizen heeft het ooit even een paar keer gedaan met Luc van Rooij. Luc van Rooij kwam al doen op de Apeldoorn Slaan. Toen daar is Radio Stad Den Haag werkt. En achterin daar zat een studio. Ja. Dat is ook een beetje de reeftijd, was dat?
De Rift heeft tijd. De Rift City. Ja. Weet je wie mij vaak op LinkedIn berichtjes stuurt? Radio Stad Den Haag. Onafhankelijk. Oh, dat nee. Dat is Patrick Kikken. Patrick Kikken. Kwartet. 4 uur. 4 DJ's. Dit uur met... Michiel. Mike. Mos. Maar bijvoorbeeld... Kwartet en dan moet het kwartet schrijf. Ja, maar dat was... Ik heb het idee dat jullie niet zo'n goede herinnering hebben aan deze. Ja, wel. Kwartet schrijf. Maar waarom doe je dat zo door je neus dan zo? Wat? Ja, dat weet ik ook niet. Maar waarom doe je dat zo? Zo door je neus doe jij. Kwartet schrijf. Kwartet schrijf. Ja. Ja. Ik weet niet waarom. Ik deed maar wat. Oké. Menno. Neem nog een wijs wijs. Menno. En er zitten nog wat mensen in de chat. Dat gooi je wel. Natuurlijk. Ik gooi er gewoon wat in. Gooi dat in. Ja, want lekkere... je hebt zoveel lekkers meegenomen, man. En ik vind het zo gezellig altijd als je er bent. Ja. Een lekker Italootje. Ja, en je hebt er ook plezier in. Want dan ben ik heel nederig. Dan zeg ik, ja, zou je willen misschien eventueel... Nederig. Ja, graag. Weet je wel, dat... Ja. Nee, ja, maar je wil... gretig. Ja, ja hij was heel gretig. Dus... Ja. Maar dat is toch leuk. Je hebt die platen thuis staan. Hoe leuk is dat om dat... Dat het in de ether, nou ja, bij wijze van geslingerd wordt. Ja, door de hele wereld, internet. Door alle iedereen kan luisteren. Ja, precies. Vertel het maar. Ja, wat hebben we voor leuks meegenomen? Living in the Dark van Malcolm en Leo. Of Malcolm en Leo. Ja. Ja. Want Leo is gewoon een Nederlander waarschijnlijk, of niet? Ik, we gaan gelijk op... soort van Arno en Gartje. Nee. Hepi. Maar gewoon een lekkere, mooie... Ja. Melodieuze Italo. Maar was die voor Van der Harst deze of niet? Nee, die komt nog. Ja, die komt nog. Oeh, dat wordt ook een klapper. Oh.
En meneer Bongers blijven de tegels nu in één keer heel goed geplakt zitten. Want hij zegt, wat is dit een geweldige plaat. Een mooie plaat is het ook, ja. Nou, roep ben ik blij. Dan maar een keer, Jos. Malcolm en Leo. Leo. Ja. Malcolm en Leo. Maar dan zijn Italiaans. Ja. Malcolm en Leo. En Living in the Dark. Ja, Disco Magic was dat. Moet je, nou, moet je dit horen, dit. Maar dit is toch echt niet echt die soort Italo's. Nee, maar heerlijk. Beetje Jazzy. Grand Café. Jazzy. Ja, Grand Jazzy. Lounge Jazzy. Ja, dan zit je daar met je Pernod. Met je tegels. En je tegels erbij. Ja. 1985 is dit. Hugo. Jongen, en even kijken. Disco Magic dus. Even kijken, wie zit er allemaal achter. Ene Hanno. Verni en Gasperini. Bijvoorbeeld, zie ik nog bekende namen. Nee. Ja, Hanno inderdaad. Hanno? Maar dat is... Waar is Han eigenlijk? Dat is het arrangement. Ja, waar is Han? Waar is Han? Oh, die ligt natuurlijk weer in de Sabadell-sound. Die zou wel eens op vakantie kunnen zijn. Ja, zou die vakantie zijn? Ja, met die ruime uitkering van hem. Heb ik dacht dat Han wel bijna iedere week hier was, of niet? Bijna wel. Bijna. Maar wist hij dat ik kwam? Dat hij dan... Ja, dat ik blijf weg. Terug in de beweging, hè. Dat zou die verder komt weg weg. Ja, of hij heeft iets leuks ontmoet achter een glas in Scheveningen. Achter een glas in Scheveningen? Ja, zelfs met die hitte gaat hij nog achter glas liggen. Nou, dat is echt niet te trekken, joh. Ja, vroeger hadden we dat ook. Achter glas hadden we daar het zeeaquarium. Had je het er ook in, dingen. Maar vond hij daar een leuk... Ja, in het golfslagbad. Golfslagbad, was leuk. Van alles in Scheveningen. Ja, maar nu niet meer. Maar die strandtenten uit de jaren 80, die zagen er wel een beetje beroerd en armoeierig uit vergeleken met nu. Ja, dat is niet te vergelijken. Nee. Met van die vieze, zanderige plees, weet je wel. Heerlijk, ja, je kent het al. Heerlijk. Maar nu is het allemaal poepziek, joh. Ja. Dat is een champagneflesje vliegen onder, toch geeft dat andere wat je in de jaren 80 hebt meegemaakt toch wat meer... Ja, dat geeft wat meer elan. Nou, je wist niet beter. En die ghetto blasters met Radio Stad erop. Zo. Ja, dat kon gewoon. Tuurlijk. Daar zei niemand wat van. Nee. Maar nu wel? Met je blote knieën. Mag je nu niet meer dan? Mag je nu niet meer een radio hard zetten dan? Of... Nee. Nou, we zouden weer een gezeik krijgen van iedereen. Ja, ja, tuurlijk. Nou, vind ik ook niet zo erg, want als je... Als je links, van op links hoor je gammele gammele radio. Nee, op rechts. Gammele gammele. Gammele. Dames en heren, Hommemastraat 86. Kunt u terecht van alle shawarma. Kippenpoten, 5 kilo voor 13,95. Ja, dames en heren. En ook voor mooie boodschappen kan je doen op de Hommemastraat. Oh, deze gaat het papier in. Sorry. Oh, ging het papier in? Maar we gaan even lekker door, vrienden. Want... Ja. More requests. Oh, so at Marcel late van der Horst. Ja. Wat een leuke man is dat. Ja, ja. Nou, die vrouw, zijn vrouw. Heb je zijn vrouw wel eens gezien? Ja, we blijven. We hebben een standaard. Nou, daar hoor ik jou altijd over. Ja, allemaal. Ja, Anne. Oh. Nee, maar ze is gewoon mooi beschaafd. Ja, fijn. Mooie beschaafde vrouw. Een gewone normale fijne vrouw. Juist. Ja. En Marcel is dat ook. Dus we draaien graag wat voor Marcel. Ja, hij komt altijd wat later in op de avond. Maar dat vinden we niet. Ja, maar er zijn de betere nummers ook. Kijk, en jij vindt het heerlijk, dus praat jij er maar over. Oh. Ja, een nouveau fenomeen. En hij wilde eigenlijk een ander horen, volgens mij. Ja, dat zei hij. All Away, maar hij zegt Cruel Game mag natuurlijk. Mag ook. Ja, dit is nog echt een van mijn favorieten van de laatste jaren. En gewoon op vinyl kan hebben we hem hier liggen. Genoeg van krijgen. In roze. In roze vinyl. Roze vinyl. Oh, pink mooi. Vinyl. Wauw. Dit is kippenvel voor mij. Nou, voor meer mensen. Ik hoop het. Tuurlijk.
bijna bij het etiket verschenen. Bijna hoor, niet helemaal. Goeie plaat trouwens, dit. Mooie plaat. Gewoon mooi, net op deze late, zwoele zomeravond. Althans, wat alleen hier in het Stormeer. En op Bordello hè, kwam dit uit. Ja. Trouwens, we willen nog een laatste plaatje eigenlijk draaien. En we draaien misschien nog één of twee platen voordat we de laatste misschien gaan draaien. Ik weet niet of je nog misschien even door wil. Dat vind ik niet erg. Nee, maar voor ik de wil laatste... niet door. Want, nee, wil niet door. Wil niet door, nee. Voor de allerlaatste plaat zometeen wil ik toch even vragen aan jou daar aan de andere kant van de radio. Hier was namelijk in Nederland onder andere Nile Rodgers. Die heeft opgetreden bij Concert & Sea. En ook nog in de Parkpop dingen voordat het vandaag Parkpopdag was. En ook Tears for Fears, die waren er namelijk ook. En dan wil ik vragen aan jou daar. Wat wil je, Chic of Tears for Fears aan het einde horen? Ja, mag ik? Oh, ik Tears for Fears, Chic. Ja, Tears for Fears doen we heel weinig. Okay. Maar goed, laten we het even maar aan de luisteraars vragen. En dat kan ik alleen maar zien natuurlijk als je in de chat zit. Dus daar zitten er nog best wel aardig wat in. Oh, ce moment. Ik hoor een olifant, geloof ik. Sorry. Olifant? Ga je nog de chatters noemen nu? Ga je nog de chatters noemen? Nee. Maar het is wel leuk, want dan wordt het wat minder. En dan komen er ineens weer mensen bij. Dus hartstikke gaaf. En zal ik mensen die vakantie hebben al natuurlijk. Kijk, en ik word een beetje truttig. Want ik moet morgen onwijs vroeg. Maar ik hoef misschien pas om 7:15 te beginnen. Ja. Maar ik sta dan wel om 7:00 op. Maar dat is je eigen truttigheid, hè? Nee, helemaal niet. Want om 7:45 ga ik weg. En ik kan niet zo in mijn kleren schieten. Nee, ik moet even een bakkie doen. Kan ik wel, hoor. Nee, want ik mag daarna geen bakkie meer doen, hè? Als ik eenmaal binnen ben, dan mag ik niks meer. Oh. Ik mag niet meer zitten. Dat mag niet meer. Nee, tot 12:30. Dus dan word ik even rustig wakker, zeg maar. Nou, zeg. Ja, maar goed, dus als u mevrouw de Bad zou willen bezoeken... en je bent toevallig bij de ANWB hoofdkantoor... Hoe heet dat ook? Laan van Alkemade daar? Wassenaarsweg, Laan van Alkemade. Ja. Kan je even binnenlopen? Maar ja, moet ik wel mijn sandalen aan, korte broek en mijn... Ja, alles in en samen met mijn vrouw in dezelfde... Ja, rugzakje om. Mijn vrouw heeft op van mij een ander soort rugzak. Ja, maar ik sta niet in de winkel, hè. Nee. Ik sta op de vloer voor de winkel. Ja. En zo. Love's a prayer, my love.
Ook weer zo'n aparte plaat die je eigenlijk bijna nooit hebt gehoord. Nee, en toch is die van de event hier. Ja. Ja, lekker man. Van de EP Moliendo Café. Van Antonello. Café. Ja. Ah, Cabelli. Antonello Cabelli, sí. En deze heet Mac Jr. The Elephant Song. Ja. And we played this especially for Andreas, who requested this great song. And in the chat they're also wondering, what was this? Oh. Nou, from the EP, leuke Moliendo Café. Ja. Then you know something, yes? Oh, wacht. I don't know. If you want to have this EP, just have a look at eventyrecords.com. Dit is die plaat die nu hoorde. It could be that it's sold out. It's one of the songs. And there's also a great track, You Should Be Dancing. Ja. Oh ja. It's also the Savino. Ja, precies. Record. Lekker hoor. Now, and soon the new releases of Eventy Records will be available on vinyl. We also still don't have them, because probably they're somewhere, you know, shimmering in Italy. It costs a lot of money these days with the Fleming Dalem and Eventy. And ja, precies. Joh. Motball and Zeeks and everybody. Ja, you have to save money, guys and dolls, to buy all these new great tracks. And one is doing that all the time, and that is Will Reed. He buys everything. So he says always, I put my where my mouth is. I put my dinges where my mouth is. Ik weet niet meer hoe hij dat bedoelt. Mijn dinges where my mouth is. Nou, in ieder geval komt hij zijn belofte na. En hij doet niet alleen maar wat draaien, maar hij koopt het ook nog. Maar ja, dat is uit privébezit natuurlijk. En wij zijn natuurlijk maar een arm station. Als we al die platen zouden moeten betalen, daar gaat het niet worden. Maar dus, er zijn veel giften, toch? Er zijn veel giften. Ik zie veel voorbij komen. Ja, precies. Ja. Mm-hmm. Nou, en dan heb jij nog wat opgezet. Something special from Jos His Vinyl Bag. Ze beginnen al. Ja, het is een Italo Black Tie, heet het. Ja. Een double time. En de speciale picture disc. Ja, I see it. Zie daar maar eens aan te komen. Nou. Ma liberté, la vie, quelle grande tournée. Une plaisante, inutile, bien dangereux. Chez toi, je ne viendrai jamais, j'aime le temps passé. Thank you.
Denk als je de camera aan het bekijken bent hier bij Radio Stad Den Haag, dat je denkt van wat zie ik daar helemaal ronddraaien, maar dat zijn allemaal mensen. Het zijn allemaal mensen. Mensen zijn dat mensen? Mensen? Ja, toch? Ja. Allemaal mensen. Ja, wat voor soort mensen zijn dat eigenlijk, Jos? Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, ze hebben een pak aan en zijn een soort dans aan het doen. Oh. Double time. Ja, black tie. If you're not watching the show, you cannot see what a beautiful picture disc Jos brought this evening. And that is this track and it's called... Double time. But I'm as honest as they say, I don't know anything about it. Nee? Heb je dat niet gekeken bij YouTube? Nee, maar goed. Was de uitvoerende artiest? Wie heet ze? Joh, pleur anders die naald er even af. Dan kijken we er even goed naar. You still can't see it, I guess. Nee, maar even als je zegt, wat is de band, de uitvoerende artiest? Black Tie. Black Tie. Black Tie. Black. Zeker? Nee, Black Tie. Black Tie. Tie, ja? En hoe heet die plaat? Double Time. Double. 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 Double Time, hè? Double Time. Nou, hij staat er wel bij hier. Ik kan misschien even een stukje... Hier, Discog staat hij ook bij, hoor. Natuurlijk staat hij erbij. Oh, hij bestaat. Dan. Hij bestaat. Hij is geschreven door een meneer Hanno. Alweer? Hanno. Die hadden we net ook. Die hadden we net. Dat is wel heel raar. Waar was die van? Hanno en meneer Mirko Verstruggi. Oh, Mirko Verstruggi. En hij is de meneer Floris heeft hem gemixt, deze plaat. En het arrangement is ook bij Hanno. Oh, die was Hanno, ook van Living Hanno in the Dark. Was Hanno Riene. Ja. Hanno Riene heet het. Haal even het naaltje eraf en laten we het nog even zien, Jos, voor de kijkers. Oh, een Hanno-avondje hebben we. Ja. Oh, dat is lekker, even in beeld. Even kijken. Double Time is vanuit 1985. Ze hebben toen nog in 1986 hebben ze nog gemaakt Take You For A Ride. Op Industry Records kwam er toen uit. En dat was het eigenlijk wel een beetje voor deze Black Tie. Ja, en dan kunnen we ook nog even melden. Next week we have again guest DJs that you know. Ja. And they will be coming from Amsterdam. Dat is de Amsterdam Italian... part. Oh, van Disco Total. Disco Total. So that will be a huge extravaganza. And what we will also have next week... I had it already in my mail, but I told James Knights... You know, Knights with the S and the dollar sign... that we will play it next week because we have such a busy program tonight... with all new releases. But the new Boytronic is coming out. All You Can Eat. Are they still alive, Boytronic? Yeah, and yeah, they are. And James Knights was one of the frontmen of this band in 2017. But we also know James Knights from the band Knights... And we have played several tracks from this great... Is dit Sharon? So that's next week. No. Human Nature. Ja, geweldige plaat. Maar nog één plaatje lekker. Ja, en ik geloof dat hij ook dinsdagavond gedraaid is in een remix. Dat kunnen. Bij Rhythm Kitchen. Ja, kan. Gaaf zo. Want die jongens hebben smaak, dus... Heel tuurlijk. Goed. Nee, deze kwam ik tegen een paar weken geleden in Engeland, waar ik op vakantie was. En lekker een beetje aan het... Great digging was, zo hier en daar. En deze had ik inderdaad nog niet, maar het is ook geweldig. Fantastisch. Dat je samen met Giorgio Moroder wel een beetje de trendsetters toen de tijd. Terwijl hij eigenlijk volgens mij een drummer is, hè, die Sharon. Ja. Ook wel bijzonder. Ja. Maar geweldig plaat. Hij duurt lang, dus als jullie zeggen van ik ben zat op een gegeven moment. Nee, laat lekker draaien, man. Dat wil ik ook. Komt helemaal goed. Ik kan toch niet slapen. Nee? Nee. Alles maalt in je hoofd, hè? Ja. Ja. Maar kom goed. Oh, kom een mooie nieuwe tijd aan. Nou, het ballonnenvrouwtje. Doei!
Bas, praat maar hoor, jongen, want het is ook... Ik praat er niet doorheen. Ja, maar dat is wel weer helaas radio. Ja, dat is. Hè, we zijn geen Frits Spits dat we hem van voor naar helemaal Frits achter... Frits Spits, wat was daar ook weer mee laatst? Nou, was het doof of zo? Doof? Nee. Oh, dat vind ik wel sneu voor de man. Was dat een geintje? Ik weet als je zo dol op muziek bent en je bent doof. Ja, dat zit niet op, hè? Ja. Ik weet niet wat er aan de hand was met hem. Maar er was iets inderdaad dat ik even las in de media dat er iets was met Frits... Maar goed, die man was ook wel oud natuurlijk, nou wil ik zijn. Yo, toen ik 5 was, toen zat hij op de radio met de avondspits, geloof ik. Ik vond die verhalen om de muziek vond ik altijd zo prachtig. Ja, maar hallo, en daarom vind ik ook Rhythm Kitchen, moet ik echt zeggen. Ja, hè, vind maar, ik dat leuk met de informatie. Maar die Frits Spits was natuurlijk Nederlandicus. Dus die was heel goed in zijn Nederlands. Ja, in zijn taal. Die was ja. waanzinnig goed in zijn ja. Nederlands. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond de radio toen... en ook de radio-dj's van toen vind ik vele malen beter. Wat er nu is. Maar goed, dat is mijn mening. Nou, kijk naar jezelf. Nee, ja, goed. Want, nee, joh. Zo goed ben ik helemaal niet. Nee, dat is helemaal nee kut. Ik dan. Sorry. Nee, dus, ja, maar jij bent ook geen dj. Dus. Nee, ja, maar jij misschien ook niet. Nee, jawel. Want ik heb vroeger heel veel radioprogramma's gemaakt. Laat eerlijk zijn. Ja, maar zeg dat jullie niet. Zijn nu weer was, jij was een soort van aanhangsel, weet je wel. Nee, jij van, dan. Nee. Je was een RSD-haartje, zoals we dat vroeger noemen. Nou, dat vind ik echt onzin. Nee? Nee, want ik ben heel lang mono gegaan. Wie heb jij? 10 jaar lang met 1 man. Bij de radio. Nou, dat is lang hoor. Je was niet helemaal monogaam, want... Daarna was ook nog even een aantal mensen van de stad. Ja. Die hebben ook al... Ja, nee. Je kon precies vertellen hoe groot de pik van Ger was. Nee, dat heb jij verzonnen. Nee, je zat op zijn schoot. Maar hij heeft Giel die heeft wat gemist. Ik zat op zijn schoot. Ik heb toch geen x-ray eyes? Nou, weet ik niet. Nee. Echt. Niet naar luisteren hoor, lieve luisteraars. Nee. En, dit zijn ontkenningsverschijnselen. Het ging zo goed vanavond. Ja, maar toch aan het einde ontspoort hij weer. Ja, dat is jammer. Hé? Ik wil... dan ontsporen? Nee toch? Ja, je ontspoort altijd. Ah, ik ontspoor altijd. Ja, joh. Jij bent dat de beste. Jij bent al heel goed. Ja, ik ben zeker goed. Ik ben fantastisch. Daar gaat het weer hoor. Het getrouwde stel. Ik wil even tegen de luisteraars, want daar gaat het natuurlijk om. En als je zit te kijken, leuk dat je hebt gekeken natuurlijk. Als je niet hebt gekeken, dan heb je heerlijk geluisterd. Mag ik hopen. En het counts also for all our foreign listeners all over the globe. Thank you so much for either listening or watching this show. And you can do so every week. And tomorrow evening, again, of course, we are back on air. And if you missed any parts of this show, we are on YouTube, Mixcloud. And you can all find it on the website on top under downloads. So Ewald is involved to organize this together with Rick. Now, isn't it nice? It's a very nice. Ja, als we niet allemaal zo lekker samenwerken, Jos, dan zou ik het niet meer weten. Ja. Heerlijk. Nou, lekker hoor. Maar, nou gaan we naar de laatste. De laatste. Ja, maar het is geen chic geworden, vind ik wel jammer eigenlijk. Oh. Ja, maar je hebt morgen nog een freewheel uur. Ja, okay. Ja, dat is waar. Ja, en dan heb je alle tijd. Maak er een chic uurtje van. Een chic uurtje. Ja, netjes, heel netjes aangekondigd, afgekondigd. Oh, is dan ook weer met Piet Dimoor. Ja. Ja, Piet. Piet, onze soulmate. Een soort ADHD Piet. Nou, Piet. Ja, nee, Piet is... Nou, valt er mee. Nee, hij heeft gewoon veel energie. Hij is enthousiast. Hij zuipt niet, hij rookt niet, hij eet gezond. En daardoor krijg je heel veel energie. Daar kunnen wij nog een... een hele... hele pilema. Het hele theater loopt nu leeg. Wie ziet dat? Ja. Maar goed. Maar die is er weer om 7? 7 uur, dan gaat hij soulmates doen. Dan help ik hem daar een beetje bij. En dan om 8 uur gaan we nog even freewheelen. Dus dat betekent dat jij in dat uurtje gewoon kan bepalen wat er gedraaid gaat worden. Dus dan vliegen we van links naar rechts. En hoe kan ik dat bepalen? Moet ik wat insturen? Of? Nee hoor, dan ga je gewoon in de chat zitten. Dan ga je in de chat zitten. En in die chat geef jij dan aan van nou, ik wil die en die plaat graag een keer horen. Of die. Dan draait. Ja, dan draait hij gewoon. Ik draai echt van alles. Echt. Snollebolletjes, alles kan voorbij komen. Ja, vreselijk. Vreselijk. Nou, vind ik zo erg. Laatst zat hij in zijn Midnight Talk. Ja, dat mag. Toen hij nog niet in beeld zat met zo'n beeld. Maar gewoon lekker op de bank met zijn telefoontje. Ja. Ja. Dan sprak hij ook echt met degene die incheckte, zeg maar, op Facebook. Om naar hem te luisteren. Maar nou gaat het toch weer over plaatjes draaien. En dan komen er gewoon Hollandse hits voorbij.
Dat is nou, op de vrijdagavond. Nou, dus maar de zaterdagavond, of niet? Nee, dus ik doe het meestal op zaterdagavond. Ja. Maar het is helemaal waar wat ze er zeggen. Want ik betrek die kijker, want die komen er echt voorbij. Die noem ik allemaal. En die geven dan ook een stukje feedback. Praten we ergens over de dingen die jij of jij daar als feedback geeft. En inderdaad, dan komen daar ook die mensen in. Die zeggen, zou je dat op willen zetten? Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk op Facebook. Want als je maar daar eventjes wat opzet, dan krijg je weer een of ander ping. Ja. Zo van, u draait iets wat niet gedraaid mag worden. Oh, ja, is dat zo? Ja, joh. Daar word je helemaal debiel van. Ja. Ik heb al een paar keer een ding teruggestuurd. Weet je wel, dat je er eigenlijk een beetje tegenin gaat. Maar joh, dan laten ze dat even weer gaan aan de komen. Want er zit gewoon een automatische robot hier erachter. Maar er is geen kans dat je geblokt wordt of zo voor een... Dat nog weer niet. Want mensen die live luisteren hebben geen last. Maar zodra het dan daarna op de Facebook komt te staan... dan gaan ze verschillende dingen die je dan gedraaid hebt, gaan ze dempen. Dus dan hoor je niks. Maar dit is zonde. Nou ja. Ook nog werk, hè? Ja, ja, je is allemaal goud en natie. Nou, het werd geen ziek, maar wat dan wel? Ja, nou, een hoop tranendal, zeg maar. Nou, echt waar? Ja, tears. Nou. Voor fears. En dan gaan we het hebben over everybody wants to rule the world. Ja, dat is nou, mooie. In welke maatschappij zitten we nu dat iedereen de wereld wil regeren? Ja. Ja, nou, behalve wij natuurlijk. Nee, wij niet. Ja, wij regeren een beetje de wereld met onze muziek. Dat zie je nu aan Trump met Korea. Ja, joh, we gaan het bij Stad nooit over politiek. Nee, dat is helemaal niet leuk. Nee. Dan moet je maar op andere kanalen zitten. Lieve Jos. Ja, lieve Jos. Bedankt, man. Ik vind het altijd een feestje als je er bent. Echt waar. En ik denk namens Menno Schut dat ik spreek. Ja. Ik denk is Menno nog in de chat? Weet ik niet. Nou, die heb ik even niet meer gehoord. Die is al Menno de groeten. Bedankt dat je op vakantie ging. Hey. Ja, ja, die ligt achterover op zijn klapstoel. Je mag vaker weg. Je mag vaker weg. Ja. Ach, dat klinkt niet aardig. Nee, het is niet aardig. Ik ben hartstikke blij met Menno. Het is realistisch. Maar hij moet niet zo heel vaak weg. Nee, dat is voor ons wel leuk. Nee, ik ben blij met Menno. Ja? Maar ik vind het ook geweldig als er een Jos en zo is. Ik ben blij, maar ik vind het ook geweldig om met jou in te zijn. Tuurlijk, met Jos ben ik altijd blij met die platentas. Dat vind ik echt helemaal leuk. Jos is een platentas. Ja. Dus, nou, de groeten aan je lieve vrouw. En wel thuis zometeen. Dank je wel. Nogmaals, iedereen bedankt voor het luisteren en kijken. En Gielemans. Hierna hebben we geen rest van... gaat niet door, dus er wordt gelijk gestopt. nee, echt waar. Nou, dat is normaal zo'n after party. Ja, toch en dan gaan we daarna nog even Kate Bush draaien. Ja, of maar dat gebeurt nu niet. Nee. Ik kan dat niet meer, joh. Ik kan niet maar 1 uur slapen en dan weer... Nou, weet ik niet. 9 uur... Volgens mij zou je dat best wel kunnen. Nee, dat kan ik niet meer. Niet meer. Vroeger wel. Vroeger? Maar dat doe ik niet meer. Nee, hè? Nee, je bent klaar mee. No? Okay. Ja. Nou, dames en heren, hier zijn ze dan. Hi. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Every Sunday, live. Zomer Radio. Radio Stad Den Haag. We'll be right back.
deze zondagavond. De laatste dag van de maand juni, 30 juni vandaag. It was Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Ik zou zeggen, morgen 7 uur weer live. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we spin those old school dance hits. Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostopdenhaag.no. Every Sunday, live with your requests. Ah!